Welkom bij iedereen Vond dat leuk? Jouw twee-weekse podcast over games, tech en cultuur. Mijn naam is Robert Sobers en vandaag praat ik met Kevin Rombouts. Hey. En vandaag schuift een speciale gast, uh, Kelvin uh, Fo, aan. Ja, hi. <laughs> dat Hoi. ben ik. Ben nou? Ja. ja. <laughs> hey, yo, moet ik zeggen? Is dat, is dat een catchphrase? Nee, of is dat, nee, <laughs> nee, nee. nee, nee niet. Ja, je moet het script uh, precies volgen. <laughs> We zijn okay, altijd okay. heel erg van de. Uh, <laughs> ja, dicht op de, de regeltjes blijven. Ja. Uh, nee, helemaal niet, natuurlijk. Uh, ja, Kevin, wij kennen jij natuurlijk al. Uh, we hebben elkaar al uh, menig uh, keren op uh, GamesCom uh, en ook al misschien wel een keer, een paar keer erbuiten ontmoet. Maar voor mensen die jou nog niet kennen, uh, vertel even kort uh, wie je bent, wat je doet en uh, ja, waarom God. je hier uh, vandaag bij ons aanschrijft. Goeie vraag. Nou, ja, ik ben de Schelf en ik ben. Uh, nou, ik denk dat als mensen mij kennen, dan kennen ze me waarschijnlijk omdat ik, uh, ik werk voor uh, PlayON, een uh, videogame-uitgever, uh, publisher, uh, waar ik de PR-manager ben. En ja. Uh, yeah. Dat is voornamelijk denk ik waar ik bekend uh, <laughs> om ben, zou je zeggen. Um, en ik hou echt veel van retro games. Daar ken we misschien ook van. <laughs> ja, want jij streamt al een tijdje, ook op je eigen channel, toch? Dat, uh... Uh, nou ja, ik ben er wel mee gestopt door dit. jaar. ik heb het oh, een nee, nee, gedaan. Nee, ja, het was niet. Ik heb nooit geambieerd om een streamer te worden, hoor. Uh, <laughs> het was gewoon. Ben je, je erbij? Nou ja, ik wilde gewoon weten hoe het was eigenlijk, want we gingen ook voor, voor ons werk we streamen, en ik dacht daarvoor dat ik van, nou, ik, ik ga het gewoon even proberen en kijken hoe ik het zelf vind. Uh, ik vond het wel heel leuk maar ik, ik dacht wel op uiteindelijk van ja het is niet echt iets voor mij zeg maar om het elke week te doen uh, dus ik heb heel veel respect voor al die streamers die het niet <laughs> meerdere keren per week doen ik heb heel veel respect voor jullie maar zelf uh, kan, hard kan ik het niet ja het, is, ja het is echt hard werken ja, ik, uh, ja volgens mij ook wel ja ja nice en um, ja vooral over het laatste over die, uh, die, 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 die retro games en waar je het ook over geschreven hebt um, daarvoor uh, wilde je, uh, ja, wilden we jou graag bij hebben vandaag Um, we hebben allemaal wat leuke, wat leuke talking points, wat leuke dingen opgeschreven um, waar we het zo allemaal over gaan hebben. Uh, maar eerst toch nog even wat nieuws, want er is uh, best wel wat gebeurd de afgelopen weken weer. Um, beginnen we even bij uh, de dumpster fire die nou ja, niet Helldivers zelf heet, maar meer... Uh, wat Sony daar even van so gemaakt Sony heeft. Sony en Live Service Games. Dat is denk ik wel de, de <laughs> ja, Kevin, uh... kun, jij, kun jij even <laughs> kort, kort deze rollercoaster uh, beschrijven? Nou, het begon allemaal in... Nee. Uh, <laughs> de, wa wa waar dit uh, misging is dat uh, Sony nog steeds niet weet... wat ze met Live Service Games aan moeten. En dat ze lieten ze hier opnieuw zien. Toen ze aankondigden dat er voor Helldivers 2... Uh, vanaf 30 mei was het geloof ik dat de datum was die ze in gedachten had... Um, dat er een, een verplicht PSN-account nodig was. Uh, dit, dit was al eerder bekend. Uh, als je het heel theoretisch bekijkt, Sony had op een klein regeltje op de Steam-pagina stond van hé, hey, je gaat een PSN-account nodig hebben, maar goed, wie leest dan de kleine lettertjes? Uh, en nu werd dit groot bekend en dat, ja, dat kreeg toch wel wat terugslag, omdat er heel wat landen zijn in de wereld waar het PSN gewoon niet actief is. Dat zijn er, ja, uh, 177 om precies te zijn. Ja, dat, dat, dat zeiden er nogal wat. Je denkt zeg denk maar, dan maar dan zo ja. van, nou ja, maar dan kunnen ze in Vaticaanstad heldduivers niet meer spelen. <laughs> Hoe cares? Nee, het, het ging echt om best wel veel landen. Ja, ja. dus dit, dit, uh, dit kreeg heel veel terugslag. Uh, de cijfers of de, de, de reviews op Steam, zeg maar, die werden massaal gebomd. Uh, wat, wat de afgelopen maanden eigenlijk alleen maar blauwe piekjes waren, was nu een hele grote harde rode lijn naar beneden. Um, zo, zo erg zijn als dat uh, Sony ondertussen zijn beslissing heeft teruggedraaid. Uh, heeft besloten van: nou, we gaan het toch niet doen. Een PSN-account gaat toch niet nodig zijn. Of een koppeling daarmee in ieder geval gaat niet nodig zijn om heel naar UFC te kunnen spelen. Um, ja. Het, of Sony nou hier zichzelf weten goede heeft gedaan, weet ik niet. Um, ik, ik denk dat. Uh, dat uh, het team van Arrowhead Games, wat hier achter zit natuurlijk, Arrowhead Studios, uh, heeft zijn best gedaan om het zo goed mogelijk allemaal op te vangen. Uh, de, de CEO van, van het bedrijf is heel open geweest op Twitter over uh, de situatie. Heeft ook aangegeven: van, We zijn er zelf ook niet blij mee, maar laat vooral je stem horen. Uh, dan, dan pas leert Sony hoe gamers erin staan. En dat heeft blijkbaar geholpen. nu... Uh, in deze situatie. Nou, mensen hebben het zeker uh, gewoon gegeven. Dat is 200.000 of zo negatieve. Ja, dus, dus, is, Het is heel, heel hard. Ja, <laughs> ja. <laughs> ja, zo zie je maar hè. Dus uh, je kan heel veel uh, goodwill opbouwen. Houdt uh, die game al? Twee maanden of zo? Nee, drie Ja, nou zoiets. Nou, nou, ja, ik denk. Uh, ik speel uh, mezelf uh, ook. Ja, het is uh, een, ja. gewoon een superleuke game. En uh, je zou denken dat het moet genoeg zijn. Maar ja, dan, dan doe je, en maak je één verkeerde keuze en dan gaat het meteen. Gaat het weg? En ja. Kunnen ze ooit terugkomen waar ze eerst waren, dat is maar de vraag. Ja, in principe denk ik het wel, want ja, de, de controversiële keuze, die, die is er natuurlijk niet meer. En nu moeten alleen dat al dat die mensen uh, die natuurlijk die game review hebben allemaal netjes hun Ja, precies, precies moeten weer uh, aanpassen. Uh, <laughs> ja. Nou ja, en, hey, ja, en ook een hoop mensen die hun geld hebben teruggevraagd. Uh, oh ja, waarvan, dat ja, ja, dat ook ja, gedaan, waarvan, ja. waarvan Steam heel netjes heeft gezegd van. Ja, we snappen we, je krijgt je geld terug... want je kan straks gewoon een game anders niet meer spelen. Maar ja, die hebben dus nu allemaal een game weer verkocht... en moeten ze hem nu weer opnieuw <laughs> <Moeten> herkopen. <laughs> ja. Dat is... Uh, het, het is een rare situatie, dat, uh, dat zeker. Ja, het is gewoon een hele rare move natuurlijk. En vooral omdat... Ja, het was natuurlijk uiteindelijk allemaal te doen om het feit dat... Uh, Sony natuurlijk de data wil van ook de PC-spelers. Die willen gewoon meer, meer data hebben... Uh, waar ze dan weer van alles mee kunnen. Uh, dat, dat mogen wij dan allemaal niet weten. Um, maar dat vooral zo ook... behalve dus de spelers in dit geval... maar ook dus zeg maar Arrowhead zelf, dus de, de maker. Maar je net ook Steam meteen zei van... ja, uh, dit is gewoon belachelijk. Uh, natuurlijk krijg je je geld terug... en hier gaan we verder ook niet, uh, niet moeilijk over doen. Ik snap, um, ik snap het wel goed dat je... inderdaad als je in zo'n land woont... waar je dus geen, geen PSM bent... dat je dan denkt... Uh, nou ja, ik kan het game niet meer spelen... Ja, ik vraag mijn geld terug. Maar ik denk ook wel... ja, dat is dan misschien mijn, mijn perspectief... vanuit, uh, vanuit een andere kant. Maar ik denk wel voor als je gewoon... Gewoon in Nederland woont of in een ander land waar je het wel hebt. Er waren ook heel veel mensen die er dan ja, heel ja, ja. erg dramatisch over deden. En dan denk ik wel: oké, okay, is het zoveel moeite om een PlayStation account of aan te maken of in te loggen? Waarschijnlijk heb je er al één. Uh, had, we hadden met onze vriendengroep ook een beetje discussie over. En ik, ik dacht zelf, ja, ik vond het zelf niet zo'n heel probleem om één keer in te loggen met mijn PlayStation account. En dan is het klaar. Uh, andere mensen zijn het niet met me eens. Maar ja, ik, ik vond het, ik vond het <laughs> zelf niet nee, nee, zo'n nee, mega probleem. Het is boleem. goed, ik wilde, ik wilde, ik wilde uh, namelijk net mijn rant... anti <laughs> sony Rand gaan afstellen. Dan mag je, ga je dus gewoon. Dus, nee, nee, dus ik ben heel blij dat we ook een beetje... Een wat meer gematigd geluid ik, Ik kan me daar wel in aansluiten. Het is vooral inderdaad gewoon het... Business technisch is het zo'n domme beslissing ja, eigenlijk was zo. Ja, om het achteraf helemaal... te doen is natuurlijk. Ja, dat ja dit doen. had je gewoon meteen vanaf het begin moeten doen. Weet je, nou, dat dit... dat zei dus. Uh, daar nam de CEO van Arrowhead dus wel een beetje uh, uh, eigenaarschap van. Van ja, ze hebben dat dus afgehouden, ze hebben dat dus uitgezet. En uh, hij wist dat dit moment ging komen. Dat dus uh, die flip van Sony, ja, ja. Uh, de flip de switch uh, moest gaan plaatsvinden. Um, en daar zei hij al van ja. Daar hadden we één wat transparanter over kunnen zijn, want we wisten dit al. En ja. Misschien ook van tevoren al, ja. Misschien ook niet zo lang moeten uitstellen en gewoon uh, meteen vanaf het begin af aan dit moeten doen. Maar ja, het ja, wilde natuurlijk ook gewoon dat hun game succesvol was. Dus het was uh, wel eens begaafd, maar wel eentje waar je zei: Van ik ben hier ook niet helemaal. Uh, nee, helemaal. Het is niet ja, alleen ja. maar Sony. Ik was hier ook wel een partij. Dus daar was hij op zich wel heel transparant en eerlijk over, wat je net ook al zei, Kevin. Dat hebben we dus meer. Dus zij nodig communiceren in de heel fijn. Ja, dat ja. Echt gewoon meer transparante, open CEO's. Die ja. gewoon niet achter bullshit excuses en verschoven prikken en vizieren en planningen voor de toekomst en dat soort dingen schuilen. Ja, ja. Um, inderdaad, om dan meteen door te gaan naar wat minder leuke nieuws dat we deze week ook hadden. Uh, en over leuke CEO's gesproken. Microsoft is weer uh, bezig geweest. Jij hebt vanmiddag al iets door van. Nou, deze kunnen we er mooi even door gaan fietsen, want het is weer raak in de games-industrie. Ja, het is. Uh, de, de gifbeker uh, blijft maar inzitten. Ik snap niet hoe het nog steeds mogelijk is, maar hij is nog steeds niet leeg. En dat, dat is nu weer te zien. Uh, eerst afgelopen week al. Uh, twee Nederlandse game studios die de deuren moeten sluiten. Uh, Kiochen en uh, Paladin Studios, Paladin Games moet ik zeggen. Uh, allebei binnen een dag van elkaar konden ze dus aan dat ze uh, ja, dat, dat de deuren gingen sluiten. Uh, bij Kyoken was het al langer bekend natuurlijk dat het wat lastiger ging, dat ze op zoek waren naar funding voor hun games. Ze uh, waren naar GDC geweest in de hoop daar nog, uh, Games Developers Conference om daar nog wat te bewachten, maar dat is allemaal niet gelukt. Dus ja, die hebben helaas allebei hun deur moeten sluiten. Uh, en vandaag kondigde Xbox en Microsoft aan dat vier van hun Bevesta studios ja op de schop gaan. Drie gaan er echt dicht en eentje wordt er bij uh, ZeniMax gestuurd. Um, dan hebben we het over uh, Arkane Austin. Die kennen we van het uh, redelijk dramatische Redfall en het stukken betere pre daarvoor. Um, Daarnaast hebben we Tango Gameworks uh, van Hi-Fi Rush en The Evil Within. Uh, Alpha Dog Games van Mighty Doom. Dat was een uh, mobiele spin-off van Doom. En um, Roadhouse Studios. En dat is de studio die onderdeel wordt van ZeniMax Online voor uh, Elder Scrolls. Het is, het is ja, grote naam ook. Echt. Ja, grote naam. Ja. En, en ook dat en je en denkt van Hi-Fi Rush was best wel een succes. zeg maar dat was echt geen, geen, Die game is echt goed ontvangen. Ik, ik denk dat dit het enige echte grote succes he, is geweest... dat Microsoft, zeg maar... Ja, Diablo 4 misschien. Maar goed, qua nieuwe games, qua nieuwe IP... was dit echt het enige zo'n beetje... wat Microsoft de afgelopen paar jaar heeft gehad... wat goed scoorde, weet je wel? Wat universeel ja. geliefd wordt door mensen. Ja, en dat op zich snap ik het ook niet helemaal. In ieder geval ja, die Tango Gameboys vind ik dan een beetje vreemd inderdaad. Ja, misschien, misschien is er wel dingen achter de schermen scherm... waar wij niks vanaf weten wat, wat dan de reden ervoor ja. was. Arcane Austin snap ik dan wel. Ja, Redfall was natuurlijk niet echt een succes. Dus oké. Okay. Uh, ik vind het wel jammer, want Prey is een van mijn favoriete ik, games van uh, <laughs> zeg maar, het afgelopen tien jaar. Ja. Hoe uh, is die game? 2017 of zo? Nou, ja, ja in ieder geval, 2016, 2017 zit ja, die game. Ja, echt, dus vind ik echt supergoede super goede game. Echt een van mijn favorieten, dus het is heel zonde. Jammer dat er één, één misser zeg maar, meteen leidt tot de uh, sluiting van zijn studio. Uh, dus ja, het is zonde. Maar ja, ja, zij vinden dat blijkbaar dus nodig om dat, om dat te doen. En het is, ik vind het uh, altijd jammer als dat moet worden. Want ik vind dat ja, iedereen een tweede kans verdient. Ik, <laughs> ja, dat ook helemaal omdat je bij Red van natuurlijk ook best wel wat verhalen hoorde... dat het ook een stukje mismanagement vanuit Microsoft was. Dat Microsoft heel erg twijfelachtig was over wat ze zelf nou met de game wou... dat Arcane een visie had, dat Bethesda een visie had... en dat Microsoft een andere visie had... Uh, dus, dus ja, dat, dat is wel, wel zo. Kijk, de game was gewoon bar en bar slecht. Uh, daar, daar is echt geen, uh, geen, geen, geen weinig goede woorden voor over. Uh, maar ja, het is wel, het is wel eeuwig zonde van een studio die gewoon een aardige naam had voor zichzelf. En dat, uh, dat, dat is best wel jammer. Ja, maar ja, ik vind het vooral hinderlijk dat, dat Microsoft dan nu een beetje zegt: van ja. We willen de focus verleggen op onze grote titels en op onze grote namen. Snap ik als je net God weet hoeveel miljoen hebt uitgegeven om die studios allemaal bij elkaar te schrapen. Maar ja, had daar eerder over nagedacht. Uh, dan dat je nu in, inderdaad maar Anmas weer studios gaat sluiten. Uh, ook, ook kijkende naar. Um, uh, hoe heette ze? Pootse uh, Zweedse uh... <laughs> Embracer. Ja, dankjewel. Ja, ja, Embracer, ja. inderdaad. Dat. Um, wat, wat een beetje hetzelfde heeft gedaan de afgelopen tijd natuurlijk dus ja dat het is jammer om te horen het, het blijft jammer. Ja, ik was even bang dat het arcane uh, in zijn algemeen was. Ik dat zou ik nog jammer vinden want ja dat uh, is... arcane wat is het de lion? Uh, laatste game het ja. was uh, Deathloop die was natuurlijk wel ook echt supergoed. Ja Deathloop was super tof. Deathloop ja. is echt een van mijn favoriete game van. Ik heb hem vorig jaar pas gespeeld zo maar toen hij naar Xbox kwam echt een geweldige game. Oh, wat was die eerste ps 5 exclusive, ja, ja, zeker. Ja, zeker. Ja, ja, die was echt top. Dus, uh, maar ja, aan de andere kant, de kwaliteit van een game heeft niet altijd te maken met dit soort dingen. Het kan heel goed zijn en alsnog niet, niet goed verkopen of niet goed presteren. En dan, ja, dan is het nog steeds uh, meestal klaar. Ja, ja, het is, ja of ergens uh, gewoon ook volgens mij aan de top dat iemand denkt: Oh ja, we moeten onze game-divisie gewoon wat kleiner maken. Dus dan moeten nu drie studio's weg uh, strepen, maar, strepen, maar een paar door. Zo, zo willekeurig voelt het af en toe ook inmiddels, als je ziet hoeveel ontslagen er. Uh, ja. Ja, het is een oh, doorzetting ja. van een trend. Hè. Er zijn, het is niet de enige. Zoals je zei, nou, ook Nederlandse studio's, ja. maar gewoon over de ja. hele uh, industrie. Gewoon studio's die sluiten. Of als ze niet moeten sluiten, dan moet de helft van de mensen weg. Ja, het is seizoen ik, ik, ben ik hoop dat al die mensen gewoon goed terechtkomen. Die daar, ja. Daar ja, precies. Tot in eerste plaats, ja. Uh, dat ze een nieuwe, een nieuwe plek kunnen vinden. Want er zijn ongetwijfeld heel veel, uh, heel veel uh, getalenteerde mensen tussen. Ja, dat is nu ook wel een beetje het probleem natuurlijk. Met de enorme massa-ontslagen die we al hebben gehad hiervoor. Op een gegeven moment is het aantal plekken ook gewoon op, zeg maar, waar mensen nog terecht kunnen. Dat, dat, ja. ja, dan krijg je echt dat mensen of zelf studio's gaan beginnen. Nou, dat is op zich natuurlijk een mooie ontwikkeling. Uh, laat laat in, die, in die development bloeien. Maar ja, ook mensen die gewoon de industrie uitgaan. Dat ze maar, ja, weet je, 3D-werk voor films gaan doen of de televisiewereld of dat soort dingen, weet je. Dat je dat gaat krijgen. Ja dat er gewoon geen ruimte meer voor ze is in de gamesindustrie... ja, dat is eeuwig zonde. Nou, overigens, uh, uh, was uh, Shinji Mikami, hè? Die, uh, ja. die was al weg, toch? Die, was, die zat er al niet meer, toch? Ja, volgens mij is die al een tijdje weg inderdaad bij, uh, bij Tango Gameworks. Ja, het zou me niks verbazen als die dan weer zijn eigen studio opricht... en dan heel veel mensen die dan ja, weer, dat weer zou, terugneemt. Dat zou mooi, ja, geen ja, idee of ja. dat gaat doen, maar dat zou best... dat zie ik, vind ik wel aannemelijk, zeg maar. een Beetje Kojima-style of zo. Ja, als Heel mensen uh, weer gewoon aannemen, doen. Ja. Hopen dat hij een beetje diepe portemonnee heeft. Waar hij dat uh, is vast wel iemand die uh, die hem veel geld wil, opgeven, geld wil geven. Ik. Ja precies. <laughs> ja. Nee geen leuke ontwikkeling in het algemeen van de gamesindustrie. Um, maar ja helaas hoort dat er tegenwoordig blijkbaar bij. Laten we het gaan hebben over, uh, over games uit de tijd toen alles nog wel goed was en alles nog wel goed was. <laughs> uh, en dan ben je misschien een beetje daarna ook al wel. Maar uh, ja gewoon lekkere retro games, retro uh, consoles. Um, gaan we het over hebben. Retro games, ja, ze zijn weer helemaal hot um, door allerlei redenen. Ik, ik, ik zie vooral uh, veel millennials met opeens een vrij besteedbaar inkomen, waardoor hè, we er opeens allerlei oude consoles <laughs> weer gekocht kunnen worden voor veel te veel geld. En we moeten toch, uh, toch iets ermee. Um, dus daar gaan we het gewoon eens even over hebben. En ook natuurlijk uh, wat we dan op die, uh, die veel te dure consoles, uh, oude dure consoles spelen. Uh, en ik kan natuurlijk dus even met jou beginnen. Uh, jij hebt volgens mij ook best wel een verzameling al, of niet ieder ben je aan het aanleggen. Uh, dus ik was uh, wel even benieuwd ja, wat ja. voor consoles jij hebt staan en, uh, en waar je dan zo op speelt. Wat ik allemaal heb staan, uh, ja, goede vraag eigenlijk. Ja, ik heb niet echt een. <laughs> sommige mensen houden een uh, soort van bestand bij met al. Ik heb dat niet. Uh, maar ja, in principe gewoon. Ik heb al, uh, bijna alles van Sega wel. Dus de Mega Drive, uh, Dreamcast, Saturn. Natuurlijk alle Nintendo consoles. Ja, allemaal. Uh, Inclusief de Virtual Boy, de virtual, De Virtual de... Boy heb ik ook, ja zeker. Oh weten. My ja, God. Ik wil niet zeggen dat ik er heel veel mee, mee speel, maar ik heb hem wel. Uh, en wat, wat meer obscure dingen zoals een uh, PC Engine is, mijn, is denk ik wel uh, een van mijn favorieten. En de, de, de Sony consoles natuurlijk ook. Uh, ja, Dat, dat vooral. Zoals dat weet dat ik nu vergeten ben, maar dat is in ieder geval de hoofd. Dus uh, eigenlijk uh, eindelijk heb je alleen maar uh, gewoon Xbox overgeslagen, Voor de rest heb je gewoon eigenlijk alles ik heb, ik heb wel op, een, Nee, ik heb wel een Xbox en Xbox uh, 360 heb ik wel. ja. Oh, no. oh ja, oké. Okay. Nieuwer dan, ja, dat, dan ja. dat niet, maar ja, dat is ook niet meer retro natuurlijk. Nee. <laughs> dat is niet meer retro, nee. Precies. En hey, waar, waar speel je momenteel het liefst op? Ja, het, zoals ik zei, de PC Engine is, is mijn... Tenminste, ja dat, ja, dat is wel waar ik nu mijn meeste focus uh, op, op heb. Puur omdat dat gewoon iets was wat ik... Ja, dat is voor mensen die het niet weten... het is gewoon een console die nooit is uitgekomen in Europa. Uh, nou ja, trouwens is wel uitgekomen... maar op zo'n rare manier dat het niet echt officieel te noemen is ja want uh, ik ken dus ik ben dus uh, niet om op te scheppen, maar ik ben dus onlangs in Japan geweest en daar zag ik opeens dus overal dat ding staan ik moest ja, dus ook ja, googelen ja. van wat is dit voor iets want ik heb hem hier dus nog nooit gezien nee nou het ja, blijkbaar is hij dus op bepaalde landen Frankrijk en Engeland is hij wel verkocht volgens mij onder de Turbo Graphics naam zo heet hij die ook in, in Amerika uh, in zo ken de ik hem wel engine. namelijk ja de Turbo Graphics heb ik wel vaak ja, een horen precies. en zien komen ja. inderdaad maar nou, als je dat ooit is. hoort dus gewoon dat is dezelfde ja ja ja, ja. console en in Japan was het best wel een succes. In Amerika niet echt. <laughs> uh, <laughs> en in Europa, ja, niemand, niemand kent het. Dus dat is niet echt een deuk uh, hier gemaakt. Maar het is, het is een soort van schat, uh, schatkist aan allemaal hele vette... ja, onontdekte games uh, voor, voor ons dan. Uh, waar je in kan Alleen wel heel duur, jammer genoeg. Het zijn geen goedkope games vaak. Dus je moet wel... Uh, hey, waar, uh, 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 wat, wat moet je zoal voor een, uh, voor een game neerleggen? Uh, uh, nou ja, gemiddeld weet ik het niet, maar... Ik denk, ja, 60 euro is niet per se heel duur, zo kost een nieuwe game ook. Maar daar, voor alle goede games begint het daar en het gaat nee, alleen maar. Ja, precies. De meest bekende game is waarschijnlijk uh, Castlevania uh, Rondo of Blood. Die ken je misschien wel. Uh, zeg maar een soort van de voorganger op uh, Symphony of the Night. Die ja, is, ja, ja. gaat denk ik nu voor 150 euro. Oh ja. Dat het niet mega duur is, zeg maar. Ik bedoel, ja, het is maar wat je allemaal uitgeven, natuurlijk. Maar nee, maar het uh, zijn wel games van wat is het? 30 jaar, 40 jaar oud ondertussen. Ja, als het niet uh, ja. en, en het gaat dus, het gaat dus naar van vanaf dat gaat het naar 200, 300, uh, nog meer dan dat. Maar niet alles is mega duur. Dus er zijn ook wel betaalbare games, hoor. Maar een toegankelijke. Ja. En als je op zich toch gewoon het meeste niet gespeeld of ja, het meeste heb je niet gespeeld, want je, hebt, je had hem vroeger niet, toch? Nee, nee, nee. Ik heb het gewoon ontdekt op een gegeven moment van oh, dat is ja. een ding dat dat bestaat en. Uh, daar wil ik meer van weten nou ja nou het, het is grappig want je had dus ooit op de PSP had je een, een, een uh, remake van dus die Rondo of Blood van Castlevania mm -hmm. uh, heb ik toen gespeeld dacht ik oh dit is cool toen zat de originele versie er ook bij dan dacht ik van ja dat ken ik helemaal niet hè? wat is het voor console nou dan ga je dat langzaam ga je een beetje onderzoeken en dan oh oké okay, PC Engine oké okay, wist ik niet <laughs> en dan zo, zo kom je er een beetje ja word je er bekend mee eh, heb, ja, heb, je, heb, heb je nou ook al een game zeg maar, waarvan je denkt van... of ik heb hier eigenlijk veel te veel geld voor betaald... maar dit was het wel helemaal waard. Of deze wou ik heel graag, maar dit was zo duur... dat ik er echt niet aan begon. Nou, ik ben zelf altijd wel een beetje... ik probeer wel altijd uh, zo min mogelijk geld erin uit te geven. <laughs> ik wil wel een beetje goede deals vinden. Maar ik heb wel toen wel de top... de hoofdprijs betaald voor de Castlevania... want die moest ik wel hebben... Ja, ja, maar dat was toen ja, ja, ja. denk ik 120 euro. Dus ja, op zich ja, zo, valt wel twee. mee. ook. Ja, ja, ja. Um, maar ik heb niet zo snel ik denk heel dat geld uh, in leg hoor. Is denk ik ook typisch een apparaat waar dan dus misschien heel veel titels niet in het Engels zijn uitgebracht. Of valt dat dan mee? Nou ja, het jammer is, je hebt heel veel RPG's ook ervoor en die kan je, die kan je niet echt spelen. Uh, maar heel veel zijn uh, shoot'em-ups. En ja, daar zit er wel Japanse tekst in, <laughs> maar, maar uh, je hoeft het niet te kennen. <laughs> Zolang je de game kan starten, uh, zit, je, zit je goed. Ik, ik weet nog ooit dat, dat, ik, dat ik, dit is een total side thing maar nu je het hebt over Japanse games en Japanse RPG's inderdaad, dat ik ooit aan een, aan een semi-twijfelachtig exemplaar van Final Fantasy X ben gekomen via <laughs> kennissen die in, in Azië waren geweest. En die game was dus inderdaad standaard in het Japans volgens mij. Uh, maar dan zat Engels in, weet je. Dus da daar gaat die zoektocht door de menu's Toen, toen was internet ook nog minder ja, groot. Ze stond niet alles op de optie voor optie in het menu. Maar proberen kijken tot er eigenlijk iets in het, in het Engels verschijnt... of iets anders gaat gebeuren. Dat zal uh, met die games... Ja, ik weet niet of daar überhaupt multilingual in zit... of dat het gewoon is in Japan uitkomen, Dus alleen in het Japans waarschijnlijk. Dat, uh... Ja. Nou, heel soms dan heb je wel eens dat, dat een hele game... gewoon ineens in het Engels is. Maar dan is het... Maar dan is het <laughs> Er zit er überhaupt amper tekst in, weet je? Ja, 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 ja. Health of, of Power Up staat er alleen maar, oké, okay, <laughs> dat maakt toch helemaal niks uit. Uh, en soms is het een beetje puzzelen met, oké, okay, welke menu dingen moet ik kiezen, maar dan, dan, als je dan helemaal in de game zit, dan, ja, dan maakt het niks, niks meer uit. En een best wel grote collectie, dus. Um, ik heb daar, ik, ik probeerde zelf ook een beetje eraan te beginnen. Ik dacht, van, oh ja, en dan koop ik een keer een oude Nintendo en ik heb de PlayStation 1 gekocht. En, um, en ik zag er dus zelf snel, zeg maar, dus. Ja, mijn kast uh, vol raken met allemaal yeah. consoles die ik uh, bijna nooit aan, uh, aansloot. Um, dus ik probeer me nu vooral te. Hem, ik speel op dit moment vooral veel op een, uh, op een beetje een geüpgreden Game Boy Advance. Waar ik heel veel, heel veel lol mee heb. En ik had wel zoiets van: nou ja, misschien moet ik me gewoon daarop richten, gewoon op handheld. Want die nemen niet zoveel ruimte in. Um, hoe, hoe doe jij dat? Waar, waar, waar laat je ze? Heb je ze standaard opgesteld staan? Heb je ze. Uh, nee, ik had dat ooit wel in mijn vorige huis. Maar we zijn onlangs. Nou ja, twee jaar geleden zijn we verhuisd en toen was het van oké, okay, we, we willen iets netter maken in, uh, in, in de woonkamer. Dus nu staat het niet uh, allemaal ready aangesloten, maar ik heb het wel liggen dat als ik het wil uh, aansluiten, kan het best wel makkelijk. Uh, maar ik heb ook over, over het algemeen met mijn verzameling heb ik ook wel op een gegeven moment de keuze gemaakt van ja, we hebben heel weinig ruimte nu. Dus ik heb het toen een beetje mijn verzameling uh, uitgedund en echt alleen maar de dingen gehouden van ik denk oké, okay, dit moet ik heel graag hebben. Want er was een tijd dat ik gewoon alles, nou ja, niet alles, maar heel veel uh, op rommelmarkt of op beurs, Ik kocht gewoon alles wat me wat een beetje leuk leek. En dan gaat het wel hard. Dus op een gegeven moment dacht ik, okay, ik ga ah, gewoon focussen ja, ja. op de dingen die ik echt die ik wil spelen en wil houden. Of ik zeker weet, dat ga ik ooit nog uit de kast pakken. Uh, dus moest een aantal dingen sneuvelen. waaronder uh, heel veel Final Fantasies. Oh ja. <laughs> Want ik ben geen, uh, ik ben geen, ik heb het geprobeerd, maar Final Fantasy is niet mijn, mijn ding. En ik had er best veel. Uh, en op een gegeven moment valt je ook op. Heeft dingen gaan voor best wel veel geld weg? Uh, ja, op, ja, 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 of ja, op beurzen. Ja, ja. Dus toen was de keuze snel gemaakt. Dan dacht ik, nou, oké, okay, dan, dan moeten die maar sneuven. En ook een aantal andere dingen. En dan dingen kun je daar weer gaan. nieuwe dingen van kopen. Ja, ja, inderdaad. En, en dus nu heb ik, ik wat, het is wat minder nu, maar het is meer uh, afgespitst op van oké, okay, de, de, de dingen die ik echt heel leuk vind. Of de bijzondere dingen. Of de, de exclusieve dingen. Dus dat vooral. Dus mijn hele nintendo verzameling ik had heel veel uh, NES. Uh, de eerste Nintendo heb ik allemaal verkocht. Want ik wilde me alleen maar focussen op de Japanse Nintendo. Ja, de Famicom. ja precies. Ja, ja, ja. Uh, En ja, dat is, dat is minder uh, hoe zeg je dat, populair. Maar uh, voor mij, ik vind dat zelf een stuk leuker om te doen. Ja, wat die. Toch een die beetje games de niches voor wel, jezelf uitzoeken. Ja. Sorry? Ja, ja, ja we hebben geen gelijk. Ik wou <laughs> zeggen, die, 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 Fam die Famicom Games, tenminste, de NES was volgens mij vrij Regio-lok, toch? Die was. Uh, ja. Dan kon je echt, uh, Japans, kun je alleen in een Japans ja, nee, precies. Ja, Er zijn manieren om, om. Er zijn van die adapters dat je het wel ja, kan doen. Ja. Al, al spelen ze dan wel te langzaam af. Dus eigenlijk wil je dat niet. <laughs> uh, dat is weer een ander onderwerp. Maar dan, uh, dan ja, 50 Hertz bij ons. Dus dan wordt. Oh, je dan de muziek te langzaam. Ah, ja, ja. Uh, <laughs> maar ook gewoon. Ik, ik, ik ben vooral op zoek naar gewoon die games die dan alleen maar in Japan uit zijn gekomen. Ja, en niet hier. Uh, en, en die dan. die, Ja. Waar die nooit hier naartoe zijn gekomen. En soms zitten er gewoon hele vette die games tussen. Ja. Waar wij niet van af weten, dat vind ik het leuk om dat een beetje te, te onderzoeken. Ja, precies. Ja, 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 ja. Heb, heb, je ook, heb je ook een CRT thuis staan? Want dat, dat hoor ik dan vaak van mensen die dan veel retro games spelen. De beste manier om een retro game te spelen is gewoon een nee, CRT. Nou ja, ik had er wel een, maar dat mijn, ik heb nog, hij, hij staat niet bij, bij mijn zus thuis. <laughs> uh, dus ik heb hem nog wel, maar ik heb er nu gewoon geen plek voor. Ja, en ik zou het echt doorgaan doen want dat is ook mijn, mijn uh, voorkeur om het op die manier te spelen hoor CRT is toch vind ik toch de meest prettige ervaring de meest authentieke uh, toch voor de hele retro ervaring maar nu ja ik heb er nu geen plek voor maar zodra ik er weer plek voor heb dan gaat hij er gewoon dan komt hij er wel weer hoor en Daar heb je nu ook een soort denk. van uh, one solution fits all want ik heb dus een beetje hetzelfde probleem uh, een moderne tv geen plek voor een CRT ja. en uh, ja in die tv van mij kan ik ook bijvoorbeeld niet eens meer dan een kart of iets dergelijks dus... Uh, je, je moet iets van een omzettetje of een adaptertje. Uh, heb jij zeg maar dan nu een la met, vol met van die dingen voor elk, elk apparaat één? Of heb je wel een paar oplossingen gevonden? Of misschien één oplossing die alles kan hebben? Uh, die, die zijn er wel. Er zijn wel van die soort van multi-consoles die alles doen. Uh, maar voor mij is het wel belangrijk om. Ik wil echt de originele games kunnen spelen. En. Ik heb dus wel een soort van. Ja, het is niet de beste. Ik heb hem van Aliexpress gehaald. Uh, maar een soort van <laughs> up upscaler. Uh, ja, 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 ja. Er is er eentje die. Ik moet zeggen, hij is best oké. Okay. Er is een hele dure. Uh, die heet de RetroTink uh, ja, 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 4K. Ja, 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 ja. Maar die is echt heel duur. Dus ik zit al. Wat ik moet vindt, ik dan aan denken? Volgens mij gaat dat echt al richting de 400, 500 ja. euro. Oh, ja. Oh, ja, Dat is echt cool. gewoon een PS5 prijs, zeg maar. Dus, ja, precies. Ja. Uh, ik vind het wel heel. Uh, uh, Verleidelijk om het een keer te geld aan uit te geven. Uh, maar ik, ik heb het toch nog niet gedaan. Uh, ik speel vooral het meeste, denk ik, op de consoles van Analog, want dat is uh, een bedrijf die maakt ja, nieuwe versies van oude consoles. Uh, ze hebben nog niet elke console gedaan, maar ze hebben er best wel veel al gehad. Uh, Jij ja, moet ik nog gaan uitleggen wat, hoe, hoe dat werkt. Misschien is het wel interessant. Uh, nou, <laughs> ja, we, hebben het, we hebben een aflevering gehad uh, over uh, handhelds. Oké, okay. uh, en daar is de in ieder geval de Enlock pocket is daar uitgebreid. Oké, okay, uh, dus heb je het yeah, over FPGA's yeah. gehad? Dan hoef ik dat niet uit te leggen. Wat dat uh, nee, wat nou ja, nou ja, misschien voor de voor de, dat mensen niet de hele aflevering terug moeten luisteren. Even ja, misschien in heel kort kun je uitleggen okay. wat wat het is en wat het doet. En... ik ben zelf niet zo technisch, dus misschien leg ik het allemaal <laughs> verkeerd uit. Maar uh, een, een FPGA is een soort van, is een is een chip en die uh, die die emuleert hardwarematig een, een, een console na. en die kan dan zeggen ook. On the fly kan hij zich aanpassen aan, aan, aan iets nieuws. Uh, dus in principe zou je één FPGA chip kunnen hebben die alle consoles na kan doen. En nu denk je misschien, ja, maar ik kan op mijn PC toch ook gewoon een emulator draaien of op. Ja? Wat, wat, is daar, wat is daar anders aan? Het ding is, als ik het goed omschrijf, is het dat een FPGA echt volledig, uh, dus die console nabootst. En ook interacteert met een cartridge op dezelfde manier als een originele console dat zou doen. En een emulator is gewoon een programmaatje dat je ergens ja. op draait... en dat het dan emuleert. So software. De so ja, so software, software, ja. software genereert overhead in principe. En wat je dan inderdaad ook kan krijgen... Ja. is dat je dus, vertraging krijgt, dat je ja. stottering krijgt, dat soort dingen. Ja, dus op papier is, is FPGA is dus accurater en, en, en beter. Uh, dat, dat geloof ik dan maar, <laughs> ik vind het altijd heel moeilijk. Ja, aan de ene kant denk ik van, ik wil het liefst zo accuraat mogelijk. Andere kant, ja, die, die kleine verschilletjes, merk je dat wel. Goed, ik heb de overweging maar er toch je, wel voor te gaan. En als je misschien niet zo bovenop die, die kleine verschilletjes zit, het is natuurlijk alsnog gewoon een hele mooie handheld met een heel mooi scherm. Waar je ja. natuurlijk gewoon uh, verschillende cartridges gewoon van de Game Boy, van de, van de GBA volgens mij ook, dat, gewoon erin ja, kunt prikken. Hè? Dat en is het, het belangrijkste. kunt gewoon meteen spelen. Uh, dat is natuurlijk wel heel cool. Hoef je ook niet uh, illegaal te downloaden of door allerlei hoepels te springen, waarbij je je orig originele games via een computer omzet naar een digitale file uh, zodat je hem via een andere chip kan spelen of uh, opslag medium. Dus um, in die zin zijn natuurlijk hele mooie oplossingen. Ja, um, ik hoorde ja, je dat, uh, dat, dat is inderdaad wel een beetje hoe het, hoe het werkt. Want voor mij is het wel belangrijk ik wil de originele games spelen, ja, uh, die, die, die ik al heb. Uh, Oké, okay, ik heb een vraag aan jullie. want... Hier zit ik zelf altijd heel erg mee. En ik vraag me af of, of jullie daar ook mee zitten. Misschien is dat een, een, een ik-probleem. Want uh, als je bijvoorbeeld uh, toegang hebt tot alle games tegelijkertijd, dan ja, heb ik heel ja, vaak... Ik weet wat die gaat komen. Ik, ik, die gaat ik, ik, ik kan me niet, zeg maar, dan niet focussen op één ding. Dan probeer ik iets vijf minuten en dan denk ik, oké okay, leuk en dan ga ik voor het volgende. Ja. Terwijl als je echt... Oké, okay, ik heb de cartwitch, ik doe hem erin, dan ga ik die nu spelen en ik kan niet zomaar zeg even snel switchen naar een andere en dan heb ik er veel meer aandacht voor. Ja, ook. nee, ja, dat, het het is dit, ja, dit, dit probleem is heel erg. Ik weet ook wel dat wij vroeger hadden wij um, um, mappen vol met, met Playstation 2-spellen. En ondanks dat dat inderdaad gewoon toen de tijd gewoon gedownload. Uh, de, ondanks dat je de disc moest wisselen, omdat je zo ontzettend veel keuze had inderdaad. Toen ook, dat je, ja, de concentratie of, of zodra je ergens in vastliep, weet je wel, dat je in een spel niet verder kwam. In plaats van dat je dan ging proberen om hem... Wel weer dat spelen als je... nee, daar ga ik wel wat anders doen, weet je, dan... Ja, precies. Oké, okay, ja, dat dacht ik. Ja. Ja. <laughs> ik heb dat dus altijd, ook met Nintendo Switch Online... en met van die collecties. Ja, 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 het is ja, heel leuk ja, dat het ja. bestaat. Maar ik kan me gewoon niet... Precies dat, ja. Met, met, vooral met oh. Nintendo Switch Online. Of, uh, nou ja, goed. We hebben allemaal misschien wat hypothetische momenten... een keer gehad dat we toch voor die, voor die downloads gingen... Uh, alle GBA-games in één keer van het internet trokken. En dan kijk je naar dat overzicht en denk je... ja, wat moet ik nou in godsnaam beginnen? Dat... dat, dat ja. En dat je dat is, dan gewoon uh, weer terug gaat naar Pokémon Fire, uh, Fire Red. Precies, die, dat had nee, ik wel. dus ook al keer dat had ik op een gegeven moment zei van, oh, dit moet ik, maar als ik gewoon Pokémon wil spelen, nee, maar dan koop ik dus ook gewoon alleen maar nu de Pokémon ja. games. En dan is ook je, je budget wat je hebt een mooie rem op, op die keuzestress. Uh, uh, en dan heb je gewoon drie games nu, bijvoorbeeld op die Advance heb ik drie of vier games die kan spelen, en uh, dat is prima. Nou ja, het is het is gewoon een beetje, het is voor mij. Net, ik vind het heel vergelijkbaar met wanneer je een, um, een LP koopt. Ja, van, ja, ja, je ja, hebt, ja, je hebt Spotify. Je kan alles luisteren wat je wil. Maar als je dan een LP koopt, dan zet je hem op en dan ga je er echt, denk ik, aandachtiger naar luisteren dan wanneer je uh, gewoon maar wat opzet. en je ja, hebt op de achtergrond opstaan of zo. Zo, zo. zo dat, vind ik, de vergelijking die ik altijd in mijn hoofd maak. met, uh, met dan een fysieke game echt, echt spelen. Ja, met, ja, nee, met muziek ja, vind wel. ik het toch best ja. wel heel fijn dat er gewoon Spotify is. en ik gewoon ook lekker nieuwe bandjes ja, ja. kan ontdekken. en dat je ja. wel alles hebt. Maar precies inderdaad, dat je gewoon af en toe even zoiets hebt van oh ja deze plaat die koop ik. en daar wil ik ook echt met aandacht naar luisteren en. Het uh, you know, it, uh, it Sparks Joy of zoiets maar even een beetje in mijn uh, <laughs> Ja, Je, je, je zet <laughs> het niet op als achtergrondreis of zo, je gaat er echt naar is... en luisteren. Uh, en met een game is het natuurlijk iets anders. Want dan moet je altijd zelf aan meedoen, natuurlijk, je kan niet het op de achtergrond opzetten. Maar ik heb wel, als ik dan een nieuw game heb dat ik het heb gekocht en denk ik, ja, ik ken dit niet. Nou, oké, okay, ik doe het in de console en ik ga het gewoon. Ik ga er een ja, uurtje voor ja, zitten ja, en ja. kijken of het wat is. En dat is, vind ik, dat is voor mij ook de, dan de ultieme retro game ervaring ook. En Overigens, soms heb je geen keuze. Soms is een game te duur of kan je niet vinden. Dan moet je hem wel op zo'n compilatie spelen of iets dergelijks. Maar als dat niet, als dat de, alleen als dat de enige optie is. Alleen dan doe ik het. Ja, heb je het je onlangs met games gehad? Dat Je dacht, van, oh ja, ik ga die nu even toch even digitaal zoeken of op een andere manier zoeken. Want ik, ik wil hem nu gewoon spelen en ik ga. Of ik kan het niet betalen. Weet je dat een game 400 euro kost? Ja, dat, dat is gewoon realistisch gezien niet echt haalbaar. Moet ik even goed over nadenken hoor. Is dat. Um... Het is een safe space hier, hè? je kan alles zeggen. Nee, nee, maar ik zeg <laughs> te denken van, is er een game die, die, uh, waar, dat bij, waar ik dat bij had? Uh, uh, ik denk niet dat ik eentje specifiek nu heb. Oh, jawel, je had op een gegeven moment je wild guns. Wild, wild guns? Ja ja ja, 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 ja. ja, En dat is een hele dure Super Nintendo game. Inmiddels is die ook al een paar honderd euro, volgens mij. En het was dan een soort remake, uh, weet ik veel, break, break ja. gemaakte versie of zo. Dacht, ja, ga ik gewoon die spelen? Op een gegeven moment is het ook en die prijs ja. zo belachelijk dat je dat je niet meer uh, dan ga ik over een andere versie en, en wat wat, wat een, uh, kijk, ik, ik heb zelf minder met echt echte retro, retro zeg maar. Dus uh, N64 Gamecube vind ik nog wel leuk, uh, maar alles daarvoor doet mij zelf persoonlijk niet zo heel veel. Maar hoe, hoe sta jij in, in de, de consoles die nu retro aan het worden zijn? Of de consoles inderdaad, nou pak even bijvoorbeeld de Wii U of de 3DS, inderdaad, waar. Nu gewoon servers niet meer van. Ja, Nintendo heeft alles online gehaald. e-shops zijn dicht. Dingen waarvan we dachten van. Dit, dit kunnen we gewoon blijven kopen. dit kan gewoon blijven. En dat dat nu ook zeg maar wegcijpelt. Vind, vind je dat dan? Ben je daar al aan nadenken om daar je collecties in op te gaan bouwen? Dat je zoiets hebt van. Oh, misschien moet ik hier ook maar aan gaan beginnen. Moet ik maar <laughs> gaan kijken op de, op de, op de Retro markt naar die Wii U games zeg maar. Die, nou, ja, die, nou ja, ik heb ik zelf die die ik heb niet een soort van. Uh, kuk, uh, ik zeg altijd een, een afsnijpunt of zo. Van oké, okay, dit is niet meer retro. Ik heb nu tegenwoordig als ik iets tegenkom ergens... en het, ik vind het leuk, dan, dan neem ik het gewoon mee. En het maakt niet uit of het gisteren is uitgekomen... of, of nee, een paar jaar geleden. Ja. Uh, maar Wii U, ja, dat is een goed voorbeeld inderdaad. ja het is niet, Je kan het niet meer digitaal uh, kopen. Dus ja, de discversies zijn de enige versies die er nog zijn. <laughs> uh, en ik ben er heel blij mee. hoor Want als, soms is een, is een console net in die periode... dat het niet meer retro is, maar het is ook niet nieuw meer... En dan kan je heel vaak dus dingen voor best wel weinig geld uh, krijgen dat was het was heel lang met PS3 en in uh, Xbox dat ja, ja, echt ja. voor uh, en nu nog steeds hoor maar het begint wel je merkt wel dat het steeds meer mensen worden nu nostalgisch voor daarvoor dus ze gaan uh, de prijzen ja. weer lang het gaat zo één voor één op hè ja 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 dus, eigenlijk best wel goede tip om gewoon je games niet weg te doen want over twintig jaar dan uh, kun je er gewoon <laughs> geld voor vangen. nou ja zo, zo is het begonnen bij mij ik heb ooit ja. mijn uh, ik uh, was ooit geobsedeerd met de Wii uh, <laughs> ja, als, als, uh, toen was ik twaalf of zo. Nou, toen moest ik per se de Wii hebben. Ik was helemaal, ja, yeah, dit is het beste ding ooit. En toen zeiden mijn ouders van, ja, je mag gewoon Wii, hoor. Maar dan moet je wel je, je Gamecube wegdoen. Ik Dat zei, oké, okay. <laughs> ik zei is goed. Dus ik heb mijn Gamecube toen verkocht. <laughs> oh, ja. Uh, ja, toen, toen ik de Wii uitkwam. En ik had echt hele vette games daarvoor. En nu achteraf denk ik echt, ik kan me zo voor mijn hoofd slaan yeah, dat ik dat yeah, ooit stieker, verkocht. Yeah, 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 en niet yeah. alleen maar voor de, voor de nostalgische waarde, maar ook gewoon omdat die games die ik weg heb gedaan, die zijn nu heel duur allemaal. Yeah, ik ja. Had, uh, nou, ja, ik komt deze maand die remake uit van Paper Mario. Ik had Paper Mario, dat trouwens ja. niet ja, door. die had ja. ik. Die is nu 100, minimaal 100 euro volgens mij ja. als je die koopt. En ik vind ja, shit, had ik dat maar niet, dat maar niet verkocht. <laughs> uh, en sindsdien dacht ik ook, oké, okay, ik ga niet meer iets verkopen, behalve als ik echt denk, ik hoef dit, ik hoef dit echt niet meer. Nee. Uh, uh, Verder doe ik, niet, doe ik niks meer weg. Heel verstalde, heel verstande, ja. Ja. Niks meer wegdoen en dit uh, je ouders gewoon tot het einde der dagen kwalijk blijven nemen. Nou, <laughs> nou ik heb ze zelf verkocht. Ze hebben het niet voor me Ik heb het zelf oh, okay, gedaan. Ja. Uh, het je moet krijgt okay de eens. keuze. Ja. Ik had ook, uh, weet ik veel, een kant wij kunnen doen en gewoon kunnen sparen. Maar ik had ja, geen ja, geduld. Ja. Ik moest nu de Wii hebben. <laughs> moet nu? Ja, ja. ja, Die kennen we. Ja, ja, ja. Tot nergens op slaan, want je kon GameCube games op de Wii spelen. Dus waarom ik die games ook weg weet ik niet. Maar... <laughs> Ja, ja, dat is ik, ook Ik, ik moest oh, ja, Wii Sports. Ja, ja, ik was wel ja, ja, ja. met Wii Sports. Uh, dat, was, ja. dat was heel de wereld wel gelukkig, dat scheelt. Ja. dat je was niet alleen daarin. Dat, uh... Ja, wij kregen dus thuis een Wii ook, uh, met dus Wii Sports, top game. Uh, maar na zeg maar zo'n twee maanden uh, waren wij die game, ik en mijn broertje waren die game wel echt gewoon zat. je wilde gewoon toch ook wat meer. Je bent een keer in een Mario, of in ieder geval op zijn minste Mario Kart, weet je wel. En toen zei mijn vader dus zo van, die snapte het hele concept van dat je daar dan meer games voor koopt niet. Die had zoiets dus van, ja maar, je, je, je hebt toch, één game je toch dit klein. spel? Ja. Ze nee, maar we willen meer spellen. Hoezo? Je kunt tennissen, je kunt golven. Je... Ja, er zijn er al zes, waarom wil je er meer? Ja, nou ja, dus toen moest er inderdaad dus een krantenwijk komen als wij dus uh, ooit nog een ander spel wilden spelen dan Wii Sports. Ja, nee. Dat, uh, dat nou, voor heel veel niet. mensen was de Wii wel ook alleen maar Wii Sports. Ja, ja, ja. <laughs> ja. De, de bowlingmachine was het vooral, denk ik, en uh, verder deden ze niks. Uh, maar ja, wie is wel een leuk voorbeeld hoor? Want wie heeft echt heel veel leuke games die je nu voor best wel, best wel weinig geld kan, uh, kan kopen? Ja, precies. Uh, ja. Bijvoorbeeld Sin en Punishment op de Wii. Wie heeft die kennen, dat is een hele leuke game. En die is, ja, die is nog steeds wel 50 euro, denk ik nu. Maar die zie ik over een paar jaar, zie ik die nog wel veel duurder worden. Als ja, precies. Ja, 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 ja. Teruggaan naar oh, wie, wat best wel cool. Hè? En dan gaan ze een beetje die, die bibliotheek van de Wii ontdekken. En dan gaat het de kant dat, wel hard gaan, uh, denk ik. Ik, ik heb toch va vaak het gevoel wel dat in, in veel gevallen helemaal bij Nintendo dat als we terugvallen op, op nostalgie of in ieder geval voor mijn geval sinds de Nintendo 64 dat het wel heel veel eigenlijk first party titels zijn die vooral die hoge prijzen en die nostalgie prikkelen zeg maar. Okay, op, ja. op, de, op de NES en de SNES heb je natuurlijk ook heel veel van Square, Konami en zo. Nou, op de Nintendo 64 was het Nintendo en Rare voor mijn gevoel, eigenlijk. Zo'n beetje. En op de GameCube is dat nog minder geworden. En is het eigenlijk praktisch alleen maar Nintendo. Wat in, misschien in mijn kennen, al. Misschien, misschien dat dus jullie zeggen van. Ah, nee, nee, nee je hebt wel een beetje gelijk. Zoveel. Op de GameCube vooral. Ja, het was het denk ik wel vrijwel alleen Nintendo. Er zijn wel wat andere hidden gems. maar... Ja, precies, ja. Een enkeling. Het is, ja, is vooral ook ja, Nintendo hoor. Denk ik, die games die we hebben voor de. Nee, ja, maar het is dat juist dat... leuk om juist die. die, die uh, vooral op die, op die oudere consoles, om juist die, die third-party titels te vinden, die dan destijds misschien onder de radar uh, vlogen, die je dan nu ineens vindt. En dan blijkt dat het ineens heel heel vet te zijn. Maar dan heb je dat gewoon, ja, toen het uitkwam, gaf niemand erom. Of ja, of, nee, of ja, het slecht is, ja. slecht gereviewd, omdat mensen dat nog niet helemaal snapten. En dan nu is het ineens, uh, is het ineens heel, heel heel leuk. Dus dat, dat vind jij zelf heel leuk om te doen altijd. Gewoon ontdekken van wat zijn nou de niet-standaard games die we wil hebben. Heb, heb ja, je dat? Uh... Ja, heb je van die titels? Ik weet niet of dat ook uh, precies hetzelfde was. Uh... <laughs> uh, ik denk op de Wii heb je. Uh, uh, moet ik even goed nadenken. Nee, de Wii heb ik nog niet helemaal. Moet ik nog induiken hoor. Dat zijn niet. Uh, ja, ja, ja. Uh, maar als je bijvoorbeeld denkt. Oh, nou, Super Nintendo is misschien. Ja, daar zijn er echt zoveel third-party games. Misschien niet helemaal, <laughs> helemaal eerlijk. Uh, nou ja, om te zeggen, dit was bijvoorbeeld. Een, een, in Japan was er voor de Super Nintendo was er een, een Back to the Future 2 game. En okay. die is alleen maar in Japan uitgekomen bijvoorbeeld. Dat is echt een super... Nou ja, oké. Okay, het is niet de beste game ooit. Maar <laughs> als je het niet kent, is het, is het iets nieuws. En het is, het is super leuk En het is iets anders dan weer... Oké, okay, je gaat weer op Super Mario Kart. Of weer Super Mario World bijvoorbeeld. Uh, en ook op de Famicom is het. Er zijn echt heel veel leuke, uh, obscure platformers. Deze eentje heet Cocoron. Uh, en daar heeft de bedenker van Mega Man aan gewerkt. Niet, okay. uh, niet Keiji uh, Inafune. Niet, niet hij, maar de... Degene die echt Mega Man heeft ontworpen. Oké. Okay, zijn ja, naam alleen ja, ja. even kwijt. <laughs> maar uh, die, die ging weg bij Capcom en heeft toen zijn eigen studio opgericht. En die heeft dus die game gemaakt. Ja, dat zijn gewoon leuke hidden gems waar je ja, gewoon... Precies, uh, ja, precies. Ja, ja. Ik, ik het in ieder geval leuk vind om me om, om in, te, in, in te verdiepen. Uiteindelijk. Ja, is... En er en, komen vast nog wel meer tevoorschijn uit de moderne tijd. Uh, oh ja, ja, dat denk ik ook. Al denk ik dat nu, nu ook dankzij PC en zo, dat gewoon de... Ja, Reservation, zeg maar het bewaren van games een stuk makkelijker is geworden omdat ze zijn een stuk moeilijker weg te slaan of zo tenzij het je uh, altijd online games zijn tegenwoordig natuurlijk dat uh, ja. iets lastiger vooral ja ook al kun je die nog vinden ja als je ze niet meer kan spelen zeg maar als er geen servers meer zijn ofzo, ja dan dat dat wordt later nog wel een ding ja dat je echt de games moet gaan zoeken op PS5 bijvoorbeeld die het nog gewoon ja ja, die, zonder update kan spelen. Dus dat zijn er niet zoveel van, van die games het wordt een heel die, groot probleem. Ja. Die, ja, die games die tegenwoordig al een internetverbinding nodig hebben, onlangs dat het een singleplayer game. is. ik denk van waarom, jongens? Dit is... Ja. Ik discussie komt ook al een beetje op met, met MMO's, hè, want dat is natuurlijk heel lastig te, ja. te, te bewaren. Uh, dat zijn eigenlijk vooral dedicated communities die er dan helemaal bovenop gaan zitten en dan zelf uh, de boel <laughs> maar weer opzetten ofzo. Zoals bijvoorbeeld met Star Wars Galaxy is zo'n voorbeeld. Um, maar we hebben inderdaad heel veel gewoon games die nu al eens online zijn. en altijd even naar huis moeten bellen eerst voordat ze überhaupt kunnen opstarten. En dat uh, als ze dat niet meer kunnen, omdat zoals bij de video de, de servers offline worden gehaald... is dat natuurlijk wel uh, heel ingewikkeld. Dus ik hoop wel dat we daar met z'n allen een soort van oplossing voor verzinnen of zo. Of in ieder geval. Um, ja, een soort van regelgeving dat je ook een soort van eerste versie gewoon, eh, vanaf de disc gewoon speelbaar moet zijn. Maar dat, eh, Ik denk niet dat bedrijven daar zo happig op zijn. <laughs> misschien moeten we toch uh, naar de EU even verzorgen dat ze dit gaan. Dit heel goed. Goed. Ja, uh, ja. Ik zie het nog wel eens gebeuren hoor. Dat er misschien ooit een keer een regelgeving komt of zo. Van updates moeten zoveel jaar verplicht beschikbaar blijven of zoiets. Uh, ik weet niet wat überhaupt is voorgesteld hoor, maar ik zie dat nog wel eens gebeuren hoor. Dat, dat, dat er zoiets komt dat iemand. Uh, maar heel erg heel hard gaat klagen erover en dat het dan uh, beschikbaar moet gemaakt worden. Maar ja, het is wel zo. Je kan het niet niet. Uh, ja. het ding is, je kan het wel spelen vaak. Alleen is dan wel, wel vaak ja. de ongepatchte uh, versie met allemaal bugs er nog in en zo. <laughs> ja. Dus ja, ja, die, die je dan wel, wel echt onspeelbaar zijn. Ja. ja. Was het niet met uh, Tony Hawk of zo? Die Pro Skater 5? Dat de versie op de disc was gewoon uh, gewoon één game mode volgens mij en echt het, oh, de ja, helft ja, van ja. de game moest oh, je downloaden. Ja, dat soort een dingen. Soort van de early access. Ja. Ja, bijna wel. Ja, ja, ja. Volgens mij zijn er ook nu, nu uh, PS4's of zo, of ps nee, PS4's, Die voor veel geld weggaan, omdat ze dan PT erop hebben. Staan. Oh ja. Die, die, die demo van uh, Ideo ja, en, maar Ja, nee, maar dat Ideo krijg de, je dus volgens mij straks. Ja. Dat het dus gewoon niet meer dat je de, de, de game zelf koopt, maar dan inderdaad een console met waar alle updates waar die <laughs> nog op staat. En dan dat je, dat, dat je er ook even een PlayStation van 500 euro bij moet kopen, weet je wel. Je ziet het met, um, met mobile games, dat als mensen een bepaalde mobile game willen. Uh, voor, bijvoorbeeld voor zo'n oudere versie van iOS is uitgekomen die dan nu niet meer werkt. Ah, dat ja, Mensen ja, echt ja. Op, op eBay gewoon iPhones kopen waar dan toevallig die app op geïnstalleerd zijn. Want dat is dan de enige manier om, uh, om die app nog te kunnen krijgen. Ja, en inderdaad, met, met, uh, met PT heb je dat ook. Ja, dat is wel. Ik ben buiten de boot gevallen met PT toen, vond ik wel jammer. Ja, <laughs> ik had hem ja, graag ja. willen spelen, maar <laughs> uh, ik had niet op tijd een PS4 toen. Dus dat is wel jammer. Hey, je zei al, uh, nou, eBay is natuurlijk een mooie plek om, uh, om games te halen. Maar fysieke, fysieke plekken waar je goed, uh, goed een beetje kunt shoppen naar. Uh, waar je oude games voor ja. een aardig prijsje kunt vinden. Heb, je, heb jij nog tips voor ons? Zoals ik zei, ik ben altijd zelf. ik ben een beetje gierig hoor. Dus ik koop heel veel retro games. Maar ik wil echt. Ik... Alleen als het echt, echt niet anders kan, betaal ik dus de. de, 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 zeg maar, de marktprijs. Uh, dus ja, vroeger was altijd. en ook nog steeds is de manier is, uh, op rommelmarkt of in kringloopwinkels. Uh, op zoek gaan. Maar ik moet zeggen de laatste jaren wordt het echt steeds, minstens in mijn ervaring ik bedoel, ik, ik, vond het op, uh, ik vond het op Koningsdag afgelopen, hè, dat is niet zo heel lang geleden uh, echt weer tegenvallen dat je... Wel, ik was best op tijd. Ja. Maar uh, de hoeveelheid kleedjes waar dan nog een beetje oude games op liggen. Ik heb er ooit nog wel eens een Game Boy SP of zo kunnen krijgen. Maar ja. het was nu uh, ik heb een, volgens mij één Xbox 360 gezien. En inderdaad uh, de PlayStation 3 games waar je het al over had uh, liggen ja. er dan soms nog. Maar verder is het allemaal PlayStation 4 of nieuwer eigenlijk. Ja, als je het überhaupt dat tegenkomt. Want ik heb het dus de laatste ja. tijd echt... Ik heb het echt, echt minder zien worden, jaar op jaar gewoon. En ja. ik weet niet hoe dat komt. Misschien omdat mensen meer bewust worden van dat dingen geld waard kunnen zijn. Uh, of ik ben zelf misschien kieskeurig geworden, ik niet meer alles koop. Maar, <laughs> uh, misschien een beetje allebei. <laughs> ik heb echt gezien, ik kwam me vroeger heel veel PlayStation 1 tegen. Nou, dat echt bijna nooit meer. Toen was het echt heel veel alleen maar PlayStation 2. Echt stapels PlayStation 2 games. Ja, uh, ja, ja. Uh, en dat was voor mij ook leuk, want ik had, ik had geen Playstation 2 voeren. Dus ik heb, ik heb, dat was mijn hele ontdekkingsreis. Ook van, oh, al deze games die ik nog nooit gespeeld heb. Dat was super leuk. Nou, die zie ik nu ook bijna niet meer. Uh, en dan zie je nog wel veel PS3 inderdaad. Maar dat vind ik ook niet super veel meer. Dus het is echt jammer. Want vroeger kwam ik ja, nog wel eens thuis ja, met ja. zo'n stapel, weet je. Nou, Playstation 2 games, allemaal voor een euro per stuk of zo. Ik uh, weet nog wel die bakken bij de Game Mania of zo, zeg maar. Ja, oh, die dan had inderdaad. Waar, waar zeker weten, daar heb je heel veel vette games... Uh, alles had een ding bij mij, was het 5 voor 10 euro of zo? Ja, ja soort... precies. Ja, ja. Zo, die <laughs> ik oude heb er echt ooit veel door. mee naar huis genomen ja, ja. hoor. Ja, dat was echt top. Uh, nou, dat is één manier, dus uh, ik heb, je zit nog wel. Mensen vinden nog wel eens goede dingen bij de kringloopwinkel, vooral. Dat vind ik vind nog wel eens. Uh, uh, heb ik zelf ook wel eens echt goede dingen gevonden. Echt, uh, maar dat is ook zeldzaam hoor. Dat is niet, ja, uh, niet elke ja, ja, ja. keer. En daar ook weten steeds beter de prijzen. Staat uh, bij mij in kring op een hoek. Daar hebben ze dus de Animal Crossing voor de, voor de Gamecube. Maar daar vragen ze dus nu ook gewoon 70 euro voor. Ze oh, dus nee, donders goed wat het allemaal waard is. Die ja. heb je soms wel, ja, die, 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 die dan gaat opzoeken op internet. Dan ja. een, een stuk of zes uh, Gamecube games daar in zo'n vitrine. En dan is het gewoon 5 euro, 6 euro, een keertje 12 euro. En opeens 70 euro. En dan denk je, oh, wat is dit? En dan denk je, oh ja, en dan een crossing. Ja. ja ik was ook een keer in was ik in Trent echt in de meest random plek. <laughs> uh, dat zijn juist de juiste plek waar ik denk van oké, okay, ja, 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 ja. ga naar dat een, het ik ga een willekeurig inloopwinken. En Toen zag ik ook allemaal Gamecube games, dacht, yes, jackpot. Uh, en dat is wel een goede game, zo, Smash Brothers, F-Zero en zo, maar oh, 50 euro, 60 euro, oké, okay, ja. laat maar, ze, ze hebben het opgezocht. <laughs> ja. Dat vond ik wel jammer. Uh, maar goed, dat is één manier. De uh, andere manier is, is ja, marktplaats afgaan, waar je ook best wel nog wel als deals kan krijgen. Ja, niet, niet voor de absolute bodemprijzen, maar je kan, als je een beetje geduld hebt ja, en je zoekt je, iets je. specifieks, kan je best wel wat vinden. En de retro game beurzen natuurlijk. Die zijn echt een opwachting aan me. Of tenminste, ik, ik heb steeds ja. meer. Misschien omdat ik meer, meer in servers zit, waar, in Discord-servers, waar meer retro game fans in zitten, dat ik het steeds vaker zie ook. Maar ik heb echt wel het idee dat het meer leeft momenteel, de, de retro game beurs. Ja, dat heb ik, ik kom er ook best wel lang, ga ik daar al heen. En het begon in ja, gymzaaltjes en dan had je een handje vol van die kruimpjes. En nu heb je echt. Uh, nou, ik was laatst in Tilburg. En dat was echt uh, bizar druk. Dat was echt heel veel verkopers. En daar kwamen heel veel mensen op af ook. Dus uh, dat was ook helaas... Uh, waren de prijzen bij sommige uh, <laughs> dingen... wel ook echt heel hoog, moet ik wel zeggen. Uh, maar andere kant is er ook wel... af en toe bij die beurs of verzamelaars... die dan gewoon hun dubbele games wegdoen. En dan ook wel voor ja, gewoon ja, ja. best wel oké okay prijzen. Ja, kijk, niet, niet een koopje. Maar ook niet zo bizar duur. Ik vriend van mij zag games uh, Mario 2 voor de, voor de Nintendo voor echt 200 euro of zo. Hè. Ja, en dat, dat is, is gewoon, ja. Dat <laughs> op, want het is toch erg erg dat want het is wel wat geld waard, maar niet, niet zoveel. Nee, dat inderdaad. <laughs> uh, dus het, 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 het is vooral tijdens corona heel erg uit de hand gelopen met, uh, met die prijzen. Dat het echt zo nu is. een beetje omlaag gaat gaan, maar het was echt <laughs> niet normaal. Heel veel dingen over en zo, niet alleen maar ook Pokémon kaarten en ook uh, ja, 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 ja. alles wat verzameld kon worden, zeg ja. maar. Dat werd echt bizar duur. Uh, toen, toen heb ik toevallig ook heel veel van mijn Nintendo games verkocht. Toen dacht ik van, oké, okay, nu is het moment. Ja, ja, even, ja. Even dan ook maar zelf een slaatje uitslaan, ja. Precies. Ja, dus ik heb er wel van geprofiteerd zelf. Ja, moet ik zeggen, ik ben een beetje hypocriet. Ja, maar <laughs> ja, ik heb, moet wel zeggen, ik heb ze zelf toen wel niet voor de topprijs top weggedaan. Ik heb toen wel nee, nee, gezegd, nee. oké, okay, ik ga wel voor, uh, voor een beetje aantrekkelijke prijs. Uh, maar je kan er best wel veel goede dingen vinden. En ja, voor mijzelf, ik haal heel veel van mijn dingen uit Japan. Ja, ik ga daar niet dagelijks heen, helaas. Ja, maar hij het niet Ik zou het graag niet doen. Al, uh... ja. Dat er gewoon nog niet in de hoogste snelheidslijn ligt. Ja, precies. Ja, we gaan er wel vaak naartoe op vakantie. Neem ik natuurlijk wel heel veel dingen mee. Uh, maar ik hou ook heel veel van Japanse, um, soort Japanse versie van eBay. Ja. Waar je best wel, best wel goede, nog wel deals kan krijgen voor uh, soms En die verzenden dan ook naar uh, dan Europa? Uh, nou, je moet een of. soort, je moet dat een, een proxy shipping uh, ding. En het houdt dan in dat je, uh, ze sturen het eerst naar dat bedrijf, die stuurt het dan naar jou. Ja, ja, precies. Ja, dus er komen wel heel veel, uh, nou, niet heel veel, maar er komen wel extra kosten bij kijken. Dus maar dat is dan wat te doen, uh, en om, misschien komt dat de games dan daar net iets weer goedkoper zijn? Is dat je altijd moet, je wel moet het gewoon waard. in je achterhoofd houden: van oké, okay, als ik dit nu voor deze prijs koop, en ik ook nog, twee, nog. twee keer laten sturen en ook de ja. douane kosten en zo, uh, daar moet je dan wel even rekening mee houden. Maar ja, ik heb dus een paar keer nu al een hele doos gekocht met uh, uh, Nintendo 64 games uit Japan. Oh, ja. uh, voor wat 50 euro of zo. Oh, ja, ja. Oh, echt? En dan zaten er gewoon heel veel leuke Mario Tennis, Mario Kart, zaten allemaal gewoon tussen. En, het ja. waren gewoon... en, dan, en volgens Japanse standaarden is het dan, oh, het is uh, junk of het is uh, slecht. Maar, maar het werkt nog wel gewoon, ja. In Japan zijn ze een stuk strenger op, op conditie dan wij. Nou, en wat ik, want ik ben er ook geweest, ook. Uh, Japanners zelf ook zijn, als je ook daar naar een tweedehands winkel gaat, zo, je hebt allemaal van die boek- of winkels, allemaal ja. van die second-hand, uh, een beetje gingloopachtige type winkels. Maar heel veel dingen zijn echt een hele goede staat. Mensen zijn echt heel zuinig op hun spullen. En dat ja. helpt inderdaad, dan, wat dan, wij zeg maar zeggen van, of wij ze daar dan wel zeggen, nou ja, dat is niet meer in perfecte staat, of best wel een beetje junk of zo. Is gewoon iets wat gewoon nog prima werkt. En gewoon best wel oké okay is naar uh, de maatstaf hier. Wat misschien ja. ook weer iets over ons zegt. Maar ja. <laughs> Nou ja, je hebt inderdaad bij uh, sommige winkels heb je de junk corner. <laughs> En dat is al mijn favoriete uh, plek om heen te gaan. Want dan heb je zo'n bak met PlayStation 1 games en dan zit een ja. beetje een basje in, de, uh, in, in het plastic hoedje. En verder, ja, de disc is gewoon wel nog steeds goed. En dan wordt het echt mega afgeprijsd. Nou, ik denk. Uh, kom kom maar, op. laat maar in. Ja. Uh, dus ik heb heel veel games ook, inderdaad, waarvan je zou zeggen: nou, oké, okay, het label is misschien niet perfect. Of uh, er zit, uh, iemand heeft met stift op de achterkant geschreven of zo. Oh, ja. Ja, mij maakt dat niet uit hoor. Ik wil gewoon een game spelen. En oké, okay, ja, ja, als hij helemaal vernietigd is, oké, okay, dan, dan is het voor mij ook minder aantrekkelijk. Maar ja, als hij een beetje beschaafd is of zo, denk ik, nou, lekker boeiend. Voor mij maakt ja. het niet zo uit hoor. Hé, <laughs> hey, hoe heet die dienst ook weer? Die, uh, want die, ik heb hem wel eens voorbij zien komen. Maar welke gebruik jij altijd? Dan kunnen we die in de show uh, inzetten voor mensen die daar ook uh, uh, interesse uh, ja, in er, hebben. Je hebt er meerdere. Ik gebruik altijd BYE. Dus BYE, uh, Engels woord BYE en dan met twee E's erachter. Die gebruik ik ook altijd. Uh, maar je hebt ook voor mij From Japan. Uh, en nog een paar andere van mij. Ik weet niet welke het beste is, hoor. Deze heb ik gewoon als eerste ontdekt. En het, <laughs> ik vind het goed werken, dus. <laughs> die werken even goed, ja, precies. Ja. <laughs> Misschien werkt een andere beter, maar deze is voor mij uh, altijd uh, die goed werkt. Dus. En ja, gewoon te zoeken. Wie weet komen de tips in de Discord zo binnen. Dan uh, schiet er oh, graag. We als aan als iemand voor mij tips ja. heeft, ik weet het anders, <laughs> dus uh, graag. Ik bedoel. Uh, zoals ik zei, het is een tip voor jou als je dus Japanse games wil. Uh, en je bent niet zo kieskeurig, inderdaad, met hoe het eruit ziet, of. of uh, en dat ze stopt. in Japan zijn. En ja, maar heel veel games zijn gewoon prima speelbaar. Zoals ik zei, in het yeah. Japans. Behalve dus de RPG's. Dat is dan wel jammer. Uh, yeah. op Duolingo, uh, ja, Ik even die Duolingo er doorheen ging Je zou het <laughs> kunnen doen, zo met uh, je telefoon. <laughs> dat je het in uh, real time vertaalt. Uh, nee, maar bijvoorbeeld Chrono Trigger. Die kennen jullie misschien wel. Dat is gewoon... Ja, ja, ja. Nou, de, de westerse ja, versie uh, is echt, eh, nou, echt gestoord duur geworden. En de Japanse versie is een tientje volgens mij. Dan heb je <laughs> Maar ja... Het is, ja, ja, ja. het is meters tekst, dus je hebt er niks aan. Ja, nee. Dat is... En dat is wel jammer dat die dan juist goedkoop zijn. Juist de games die dan bij ons heel duur zijn. Uh, maar je hebt nog wel eens, trouwens, overigens wel dat, dat sommige games die bij ons heel veel, heel veel kosten, dat die dan in het Jap Japans kost het bijna niks. Nee, precies. Ja, dan is dat was voor mij ook, ook de reden om mee te starten om Japanse te, te samen. Op een gegeven moment dacht ik, ja, die Westerse prijzen, die, die Europese prijzen zijn zo gek. En dan, oh, de Japanse versie is bijna hetzelfde of is hetzelfde, met misschien dat het menu... Uh, dat press start in het Japans staat of zo. Ja, precies, ja, ja. Uh, en, en dan, ja, voor dezelfde ervaring... betaal een stuk minder. En ik heb toch dan wel een echte game. Dus dat was voor mij wel... Ik vond dat wel, wel, wel beter. Ja, en ook voor hardware kun je daar ook goed terecht. Alleen moet je dan weer heel erg oppassen... dat het dan weer niet region locked is. Um, ja, dat is... En dat je ook de goede uh, stekkers ervoor hebt. Ja. Ja, een vriend van mij maakte een keer de fout. Die had, had een uh, Japanse Dreamcast... Oh nee, en ik dacht... Echt, oh nee, en nee, nee. en, en de, de, de plug was hetzelfde als de, de plug van de Playstation 2, weet je? Hetzelfde. <laughs> oh, nou ja, die had ik ja. de PS4 volgens mij. Oh, laten we gewoon... het waren we wel jongen. Oh, laten we, laten we het proberen. En ja, toen ging je letterlijk in roken op. <laughs> <laughs> oh. <laughs> ai, 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 ja Ja. Maar je, je hebt ook sites en die verkopen dan Europese stekkers voor je. Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja. Dus dit heb je ook allemaal. Dus het is een hele uh, industrie, zeg maar, met voor allemaal uh, re, alles als accessoires, zeg maar, voor je, voor je systemen die je... Die je kan krijgen. Ja, het is ook, online kun je ook zoveel vinden over hoe het dan precies zit. Dus als je een specifiek systeem of een specifieke game wil hebben, dan kun je ook vrij snel vinden uh, hoe de vork in de, de stil zit. Dat hoef je niet allemaal zelf uit te zoeken. Uh, mijn ervaring is wel, dat moet je dan natuurlijk wel even doen. Ik had zo dus in Japan een, een DS-game gekocht. Um, dacht, oh, die zie je goedkoop. Inderdaad, misschien taal, daar kom ik wel uit. Dat loopt wel los dus ik neem die game in huis uh, en uh, kom er in het hotel uh, achter dat ik onder aan de coolen ben dat die dus helemaal niet in mijn DS kan thuis daar heb je dus gewoon een de <laughs> DS voor nodig een DS of, of een 3DS game? Of ja wat? was 3DS ja, maar um, ja die, die was niet meer die was niet meer regiovrij volgens mij hè, de 3DS die is niet meer regiovrij nee. nee dus dat is uh, dus zeg maar qua stekker kom je er dan nog wel uit dat, dat loopt wel los uh, maar uh, ja als je hem thuis ziet... Dat is zonde dan gaat het hem niet worden. Zij tegenwoordig um, ook oplossingen voor hoor. Dat is, nou, mijn oplossing dan. was gewoon omdat de 3DS daar zoveel goedkoper waren dat ik zeg maar <laughs> gewoon het een 3DS gewoon ja. gekocht heb. Ja. Um, en zeg maar, start werkte ook gewoon vrijwel vrij hetzelfde. <laughs> uh, en dat was bij elkaar genomen nog steeds goedkoper dan die game daar gewoon. Nou, uh, ben ik ook benieuwd dan. om welke game het gaat? Het ging om uh, ja, best wel specifiek. Uh, en ik heb hem dus ook nog niet uitgespeeld, want hij is dus wel in het Japans met veel tekst. Maar uh, <laughs> ultra-sun ja, ultra voor de 3DS. Hmm. Gewoon Pokémon, uh, ja. Oké. Okay. Ja. Dat is wel jammer. Hè? Japanse Pokémon is heel leuk om te hebben. Want het heeft hele mooie doosjes en zo. Alleen ja, je hebt niet zo. Uh. Ik dacht ook al, maar ik ken die games is dan wel goed genoeg dat ik er wel doorheen kom. Maar dat is <laughs> toch wel pittig hoor. Dan, uh, dan moet je elke keer uh, goed onthouden welke avond ook weer wat was. Ik heb ook uh, een Pokémon Green gekocht. Um, dacht, die is iets simpeler. Daar kom ik dan zeg maar met. Uh, ik kan een klein beetje. Uh, een klein beetje zo. lezen. Maar ook daarbij is het wel zo van. Oh ja, ik moet echt mijn Japans ver gaan opkrikken. Wil ik hier uh, soepel doorheen gaan. Of gewoon wat meer moeite doen. Het, het is in ieder geval een leuke ervaring. En ik vind ook... Het, het, het leuke is ook een beetje ontdekken... hoe dan die dingen anders zijn in Japan. Uh, nou, bijvoorbeeld Game Boy Games. Hè, die doosjes zijn heel anders. Oké, okay, ja. daar had het ook ja, wel op. Ja. Maar ik bedoel... Uh, GameCube games in Japan zijn heel anders. Bij ons is het een soort standaard DVD-doosje. Maar in Japan is het een soort heel klein... mini-DVD-doosje... met een soort oh, kartonnen sleeve eroverheen. ja. ja, ja. Uh, en ook Nintendo 64 games hebben een compleet andere, do andere doos, zeg maar. Veel, veel platter en groter en zo. Andere artwork. Uh, ja, ik ben, ik, ik ben zo'n nerd die dat dan leuk vindt om dat dan te zien. Maar ja, oh, artwork is anders. Waar, waar is sowieso, als we het dan toch over retro games hebben, waar is de tijd van pc games in van die enorme kartonnen dozen geweest? Ja. Dat je... Die waren wel mooi. Ja, dus de, 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 dat, dat je gewoon echt gewoon de hebben. boekenkast nodig ja, had ja. Om, om je PC of om je games in te zetten. Dat, uh... Die heb je niet meer nodig? Ik heb namelijk hier nog steeds een boekenkast vol met PC-games staan. Maar dat, dat is misschien meer mijn probleem. Ja. Ja. <laughs> ja. Ik kwam er dus van de week dus ook achter dat is dus World of Warcraft had dus... Ja, ik, ik ken dus alleen maar de hoes met uh, de Alliance-versie blijkbaar. Met een uh, dwerg en een elf erop. Maar er is blijkbaar ook gewoon eentje met een ork. Um, dus er zijn gewoon <laughs> okay. twee, ja, twee doosjes dan. uitgebracht. Dus ja, die moet ik nou ook <laughs> hebben. <Ja. laughs> Zo gaat die dingen dan. Ja, Ja, dat is wel jammer met, met PC-games als je die dus vindt. Je ziet heel vaak PC-games in de winkel maar dat zijn dan. heb je helemaal niks aan, want de code is al gebruikt. Of, ja, 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 ja. Dus dan heb je letterlijk gewoon een doosje met een disker erin en ook soms gewoon zo'n standaard DVD-doosje, en dan heb je helemaal niks meer aan. <laughs> dat heb je, ja, je moet je trouwens nog kopen, een dvd speler hebben. Oh. Dat, ook dat, dat, dat heb ik ook, ook dat, niet eens op mijn dat, pc. Dat, dus ja, dat, nee. Dat, uh, ja. nee, ik heb daar heel vaak, ik heb, ik heb een aantal jaar bij, 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 bij zo'n Game Mania gestaan... en dan heel vaak discussies moeten hebben inderdaad met mensen... waarom een pc-game niet ingeleverd kon worden of waarom die niet geruild wil worden. Ja, waar ja, het dvd zit, dan, ja, waar de code is gebruikt en dan heb je er niks meer aan. Ja. <laughs> ja, tegenwoordig staat op, de, op een fysieke pc feest toch alleen maar de... De Eigenlijk Steam, alleen maar de Steam installen, ja, hebben we al ja, ja, eens gezien. Ja, ja. Ja, ja. Met de Steam code wel in een leeg doosje. Ja. Ja, 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 ja. Bij de Sims. De Sims staat ook al nog wel bij de, bij, de, bij de speelgoedwinkels en bij de Game Mania volgens mij ook nog wel. Uh, maar er zit dan inderdaad gewoon meer CD. je CD in. Zit gewoon alleen maar een briefje met uh, hier ja, kun je hem activeren. Reet ja, je niet op een gegeven moment uh, GTA 5 voor de pc met iets van zes discs of zo. Ja. Waar de game <laughs> echt niet altijd werkelijk op de disk stond, maar dan moest je dus echt al die games Egen, of al die ja, discs. Ja, uh, ja, ja, ja. Digitaal yeah. is wel makkelijker hoor. Ook zeker ook met <laughs> nieuwe releases. En zo dat je gewoon op Steam kopen klikt. En dan trek je hem, als je een beetje leuk internet hebt, trek je hem binnen een half uur, heb je hem eh, maximaal op je pc staan. En dan kun je gewoon spelen. In plaats van dat je naar een winkel moet en dan ja, terug en dan installeren uh, en updaten. En. Ja, dat, is wel, dat is wel dat je grappig met pc. Want in principe uh, is dus zeg maar retro pc, is, uh, zeg maar retro PC games. Die kan je tegenwoordig echt super makkelijk krijgen. En ook echt voor bijna, uh, bijna geen geld. Op uh, Google Games of zo. Of, nou, of op Steam. Ja, ja. ja, ja. Uh, dus ik had laatst in een Fallout te spelen. Fallout 1 of 2. Uh, hey, die kan je gewoon kopen. Die was uh, 2 euro. Ja, ja, ja. Peace is echt goed, uh, goed verkrijgbaar. En inderdaad een stuk makkelijker. En het maakt ook voor de ervaring uit, alleen niet uit. Want die cd's droegen niks bij aan de ervaring. Het is nee. misschien een beetje nostalgisch. Een beetje even in die disc erin. Maar uh, nee. ik vond het vooral. Uh, nou ja, ik had net over World of Warcraft. Dan ging er weer iets mis met de patch. Moest je die hele. Game opnieuw installeren. Dan was je, je hele zaterdagavond mee bezig. Disk voor disk. Het oh. dus, dus was helemaal niet leuk. Uh, dus nee, het, het feit dat er inderdaad nu van die platforms staan die ook vooral, dus inderdaad Google games, uh, die al die retro games die gewoon weer online aanbieden, uh, maakt het wel echt een stuk makkelijker. Ja, de software en de, de, de systeem maken het ook makkelijk. Dat, dat is het voordeel van PC natuurlijk. Uh, of, of je nu een PC van nu hebt of, of een PC van twintig jaar geleden. Nee, want die draait er nog steeds Windows op. Uh, S sommige games werken niet altijd geweldig meer. Maar in principe eigenlijk alles wat je vroeger kon draaien, kan je nu nog steeds draaien. En dat, dat, ja, dat is bij console games natuurlijk wel. een... Ik ook tjammers. meer afhankelijk van uh, collecties of compilaties. of, ja, 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 ja. of uh, uh, Nintendo Switch Online of iets dergelijks. Dus uh, <laughs> uh, ja, dat op zich wordt het ons wel makkelijk gemaakt. Uh, ik bedoel, er zijn tegenwoordig wel gewoon heel veel opties om retro games te spelen. Er is voor eigenlijk voor ieder wat wils. Uh, want ja, voor Christen zoals ik. Ja, dat zijn dus van die consoles waar je originele games kan gebruiken. Maar je hebt ook die mini-consoles, heb je ook ja. nog. Uh, als je dat niks vindt, dan uh, kan je dus, nou ja, heb je al die online. Uh, er zijn inmiddels heel veel. Of re-releases, of, of, of compilaties en zo die je kan spelen. Dus ik denk voor elke smaak is er denk ik wel. Uh, is er, wel iets er, wordt, er wordt goed uit onze nostalgische gevoelens en behoeftes uh, wordt er genoeg aan verdiend, volgens mij. Ja, ja maar ik bedoel, ja, er is een vraag voor. En, uh, ja, nee, en die uh, wordt zeker beantwoord. Dat is, dat, is ja. dat is absoluut een uh, goed ding. Nee, zeker. Het, uh, het, uh, het is goed, uh, een goede tijd om uh, een beetje retro, -game, uh, van retro games te uit. houden. Ja. <laughs> ja. Ik heb ja. wel het idee dat, dat je, nostalgie is heel, is heel leuk is, maar dat heb, ik al, heb je ook wel snel dat het uh, een beetje vervaagt. Ja, en dat, ja, je, nou, ja, ja. dat je denkt, oh, dit was leuk. En dan, oké, okay. daarom is, vind ik het juist leuk om dus die... Die, die nieuwe dingen te ontdekken, ja. die je niet dan, hebt gespeeld vroeger. Ja, want dan is het dus echt iets nieuws en is het ook wel een beetje nostalgisch, omdat het is op iets van vroeger, maar je hebt ook iets nieuws en dan houdt je aandacht toch iets langer vast. Voor mij dan, hè? Uh, ja, nee, dus nee, nee die, maar... die voel ik heel erg. Je kan een game maar zo vaak opnieuw spelen voordat die echt heel zwaar wordt. Ik van de game af, natuurlijk. Maar ja, de, de meeste ja, games. Uh, ja, ja. ja, ben ik met je eens. Hoor. Dan is het inderdaad. De enige game die ik echt altijd opnieuw kan spelen is Star Fox uh, 64. Uh, dat is mijn favoriete game. Dit is echt een geweldige game. Uh, ik weet dat ik de ene van de enige ter wereld ben uh, die, dat, die dat zijn favoriete game vindt. Maar uh, uh, overigens ook wel Lilith Wars genoemd. Maar als ik dat zeg, weet niemand waar ik het over heb. Dus. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Iedereen, nee is dat, ja. iedereen is vergeten dat hij zo heette bij ons. Maar, uh, ja, in het beste, uh, ja. Ja, oh wat ja. grappig. Ja, dat is echt, ja, dat vind ik het. Het van mijn favoriete game. Ik weet ook niet precies, ik kan niet heel goed uitleggen waarom. Ik vind hem gewoon heel leuk. Uh, Uren of zo, ja. <laughs> ja, ook oh, niet eens, want ik ja, had het niet in. als kind ah. of zo. Maar ik, ik, oh, ik heb oh, ja, okay, yeah. hem wel toen ik jong was ontdekt. Maar niet zo dat ik hem ooit voor mijn, voor mijn verjaardag kreeg of zo. Ik, nee, ik heb het ooit een keer ontdekt. <laughs> toen, Oh, dit is vet. En toen ja, toen nog een keer, toen nog een keer. Ja, <laughs> ja. <laughs> het helpt dat die game ook maar een anderhalf uur duurt of zo. Of een uurtje. Dus je kan hem heel vaak opnieuw <laughs> uh, doen. Het is niet een hele lange game. Nee, in ieder geval heel goed uh, dat je al deze tips uh, voor ons hebt. En ik heb het idee dat wij volgens mij nog drie uur uh, over uh, retro games met jou kunnen praten. Um, dat gaan we uh, niet doen. Of in ieder geval niet meer vandaag. We gaan, uh, we gaan lekker door naar de nabranders. Ja, Calvin zei het al. Op dit moment houdt vooral de PC Engine hem dus uh, bezig als het om retro games gaat. Maar in de nabranders mag je ook buiten retro games, buiten games, buiten... Uh, ja, alle, alle vaste onderwerpen die we al gehad hebben treden. Uh, en gewoon even vertellen van, ja, wat heb je de afgelopen paar weken gedaan? Wat heb je bezig gehouden? Uh, beginnen we gewoon even met jou, Kofie. Uh, uh, ja, uh, ik, ik wou dat ik echt een ding, dat, ik ben helemaal verslaafd aan dit. Maar ik heb een beetje, ik heb op een gegeven moment uh, Dragons Dogma 2 uitgespeeld. Die vond ik heel erg leuk. En ik heb wel eens, dat heb je dan iets uitgespeeld wat je heel goed vond... <laughs> en daarna zit je zo'n beetje van. Wat moet ik van je dat leven? gat. Ja, ja. Ja, ja, dat type gat. Uh, en, en dan heb ik niet echt meer heel veel zin om dan iets specifieks te doen. Dus op dit moment speel ik heel veel dingen door elkaar. Uh, uh, <laughs> dus ik, uh, ik heb Stellar Blade, heb ik geïnstalleerd staan, maar die heb ik heb nog niet eens opgestart. Uh, maar goed, ik, kom nu te, ik heb nu een paar dagen vrij binnenkort, dus daar ga ik wel even aan, uh, echt wel aan beginnen. Die is uh, niet heel lang volgens mij, toch? Dan kun je wel in, uh, als je een paar dagen vrij hebt, kun je een goed weekend volgens Ja, oké, okay, nou, dan, uh, dan, uh, nou dan ga ik daar aan beginnen. Uh, en ik ging over Fallout Games spelen, want ik had de serie gekeken en ik dacht, oh, ik heb weer. De serie heeft zijn werk goed gedaan, want ik had meteen zin om Fallout. Uh, <laughs> om daarmee te starten. Ja, dat hoor je van heel veel mensen inderdaad. Momenten. Ja, ik vind het was echt perfecte reclame, want ik, had ja. meteen, ik heb meteen Fallout New Vegas gekocht, die heb ik nog nooit gespeeld. En toen dacht ik, ah nou, oh, ja. Uh, dus die had ik en toen. Uh, ik kwam MotoGP, die brachten we uit. Dat speel ik ook elk jaar. Want ik uh, vind het ook zieken maar leuk. Dus die heb ik natuurlijk <laughs> ook. Uh, Eigenlijk en... heb je het heel druk. Ja, nou ja, druk. ja ik, niks moet natuurlijk. Ik bedoel, het het <laughs> doet van me plezier. Uh, en daarnaast zeg ik, ik ook geen zin om. om... Uh, ik ken het vast nog wel van vroeger Yu-Gi-Oh!, het kaartspel. Ja, uh, ja mm, zeker, ja. ja. Ik kreeg ineens weer een beetje een soort nostalgische kick daarvoor. En dacht van, ah, ik ga een keer de, de originele versie daarvan kijken. Weet je, die, die, die anime. Oh, oh echt oh, een ja ja ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Want de Japanse versie is heel anders dan, dan de versie die wij vroeger kregen. Dus dan ga ik dat een keer kijken. Dus dat is allemaal een beetje nu zo. Dat doet allemaal een beetje door elkaar. Door elkaar. <laughs> ja, ja. Dat ja, was maar... het, ja. En, en ik kijk wel uit naar die Paper Mario Remake, hoor. Die, ja, 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 van, ja, ja. Het ziet er heel goed uit. Die ga ik wel ja, spelen. Ja. Dus, ik hoop dat ik Wanneer die komt die precies uit? 21ste, geloof ik, Zoiets? deze maart. Dus nog een paar weken. Dus ja, een paar ja, weken. weken. Dus ik, ik hoop dat ben, ik met alles uh, klaar ben voordat dat uitkomt. Ik uh, kan uh, dan gewoon rustig aan beginnen. <laughs> ik, ik, ik ben in aanloop daarvoor, en dat is nog niet mijn nabrander... maar in aanloop daarvoor ben ik met Color Splash op de Wii U begonnen. Heel ander type Mario game. Dat is, dus, die viel niet goed in toch, de smaak volgens mij. Nee, me, die mensen. kan niet zo op tegen. Uh, maar die andere is wel dan. heel leuk, die Origami King voor de Switch. Ja, die, die moet dus nog vond steeds. Vond ik heel doen. leuk. Dat, ja. Dat is zeg maar net in. geen RPG. Oh ja, ja. <laughs> het ja, ja, had ja, een, een ja. RPG kunnen zijn. Maar. Dus <laughs> het, de combat, als de combat, zeg maar, turnbase gewoon vechten was, dan was het een RPG ja. geweest. Maar. Ja, precies. Ja. <laughs> dus ze hebben het net niet gedaan. Ik ben benieuwd later deze maand. Uh... Nou, de Fauci G door, want die heb ik dus nog nooit gespeeld, het origineel. dat is. Uh... Ik vind hem heel goed. Maar goed, dat is ook misschien een beetje een want ik heb het <laughs> als kind gespeeld. Maar... Ja. Ik ben niet de enige, maar zeggen meer mensen dat? Ja, precies. Ik even, wat is dan uh, wel jouw nabrander deze week? Ja, wat wel mijn nabrander is, is uh, is wat wat keer uh, wat ik afgelopen week in kreeg. Uh, dat is de de Razer Kishi Pro. Uh, nou, afgelopen jaren op de Gamescom uh, kreeg, uh, kreeg wij de 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 Razer Kishi mee. Dat is ja eigenlijk een soort controller die je om je telefoon kan heen klikken... om daar een, een, uh, een handheld van te maken om het zo maar te zeggen. Uh, die heeft nu een grotere broer gehad. Uh, Betere grip, fijnere uh, thumbsticks, overbodige RGB, maar ja, goed, dat is maar Razer natuurlijk, dus dat is dan wel een beetje standaard dat er RGB in zit. Uh, en wat, wat extra features en zo, dus het, het is, ja, als je, je je telefoon of zelfs je iPad mini, want... Dat is het voordeel van de ding, om het zo maar te zeggen. Uh, is dat er veel grotere devices in kunnen. Dus je kan nu echt van je, van je iPad Mini kan je eigenlijk een soort gaming handheld maken. Um, ja, als, als je dat graag doet, dan is dit wel een heel interessante. Uh, een nadeel is wel dat hij eigenlijk meteen al zijn uh, portability verliest. Dus wat, wat die originele kistje heel erg fijn had, dat je makkelijk in je rugzak kon gooien, dat heeft deze totaal niet meer. Want waarom niet? Hij kan, hij kan niet in elkaar vouwen of zo? Want ik, ik nou weet niet ja, het, 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 is, het, is, het, is, het is Het is best wel... Ik laat hem nou okay. op camera zien, inderdaad. Um, in, in verhouding tot het origineel, hij, ja, hij is echt een stuk groter. Hij, je kan hem ook niet door midden buigen of zo. Dus het blijft dit ding, zeg maar. Het ziet er nu gewoon een beetje uh, uit als een switch... waar zeg maar, het scherm uitgeklikt <laughs> ja, is. Ja, weet ja, je, is het ook wat formaat, ja, dat een ja, beetje? Ja, dat, dat, uh, ja, ik denk wel dat het net iets... Uh, ja, zo, zo in elkaar geklikt uh, wel ongeveer, ja. Dus ja, dan uh, ja, of je daar je iPhone tussen doet, of je, of je Android-telefoon of je iPad. Ja, dat, uh, dat, hangt, dat maakt er natuurlijk van hoe groot het is. Van uitkomst uh, hoor, want uh, ja. Ja, mijn collega had op een gegeven moment, uh, kreeg hij Resident Evil 4 op de, de iPhone? Oh ja, ja, ja sowieso. Ja. Of was het uh, Village, ik weet niet meer van de twee. Maar ik... Mind blowing dat, dat het kon, maar besturing zeg maar, via het touchscreen is gewoon. Nee, ja, dat, wil dat is niet te doen. Dat is echt verschrikkelijk. Ja, mijn nabrander, uh, nabrander deze week is een. Uh, ik denk, neem maar eens een keer een boek mee. Uh, dat mag ook, geloof ik. Uh, ik heb, uh, ben bezig. Ik ben, heb hem nog niet uit, dus ik hoop dat het een leuk einde is en dat ik niet uh, volgende week zit van over twee weken van. <laughs> wat was het eigenlijk een rot boek. Maar ik vind hem tot nu toe heel leuk. Het is uh, Convenience Store Woman. Uh, en dan hoop ik dat ik het goed zeg uh, door Sayaka Murata een uh, Japanse schrijver. Uh, ik lees uiteraard de Engelse vertaling. Um, en het gaat dus over een, ja, een 36-jarige vrouw die, uh, uh, die, ja, die eigenlijk niet die een beetje buiten de boot valt, die zich niet helemaal thuis voelt in de meest gangbare sociale en eigenlijk alle maatschappelijke uh, ja, wat, situaties. Mm -hmm. um, en die 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 komt op een gegeven moment tijdens haar studentenleid achter dat ze het heel chill vindt om gewoon in een in een uh, in een combinie in, in een kleine supermarkt te werken. Uh, en die ja die het is heel mooi beschreven hoe zij dus geniet van de, de, nou ja als je dus in Japan bent geweest dan weet je hoeveel geluiden er in zo'n combinie zijn allemaal plinkjes en muziekjes <laughs> en en omroepgeberichten en nou, noem het allemaal maar op en dan kan die vrouw dus enorm van genieten en het is dus, dus een combinatie van nou een vrouw die dus een beetje ongemakkelijk is en misschien niet helemaal goed bij allerlei dingen past maar daardoor hele um, ja, leuke en vooral ook grappige observaties maakt van dus dan de tussen aanhalingstekens, normale mensen. Ja, verzekerd. Um, nee. Een heel eigenlijk best wel aandoenlijk, uh, maar ook vooral vooral een heel grappig uh, boek tot nu toe. Dus uh, ja, daar vermaak ik mij goed mee. Ik ga even me denken. Ik zag laatst een, 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 een trailer voor een game, wat exact dat was. Ja, klopt. Cool, oh, ja, 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 die heb ik ook gezien. Ja, um, ja, dit, uh... Gewoon als dat je een vrouw of mij speelt, echt als een vrouw en het is gewoon ja je. Je werkt in een, in een afgelegen uh, combini in Japan en je moet gewoon die winkel runnen. Oh, dit klinkt geweldig nu ja. Misschien ja, is het ja, wel dit, gewoon dit, dit hierop gebaseerd. Ook, dit. Ik uh, dacht van, oh, is ik ik dat opzoeken. op dat boek gezien gebaseerd? Dat zou dat zou ja. eens kunnen of geïnspireerd door. Uh, Want het was in, ik weet niet hoe die heten, maar het was een. Uh, dit dus gaan we en voor en de volgende aflevering opzoeken. Het is combini zo. ofzo. Het is, of is voor mij het woord combini zit er ook, geloof ik ook inderdaad gewoon oh, ja. in. Het is uh, het is echt een indie game inderdaad. Ik heb hem laatst ook een trailer van voorbij zien komen. Dus het, uh, oh, wat goed. Dit dit ga ik zeker opzoeken. Dit klinkt geweldig. Uh, maar eerst even de boeken te lezen. Het is gelukkig niet heel dik. Uh, het, is, het is een mooi compact boekje. Dus ook zeker als je uh, niet heel veel dikke boeken leest, zoals ik momenteel. Ik heb er niet de aandacht voor. Iets met uh, moderne problemen, zeg maar. Uh, maar uh, de, hier, uh, hier is goed erin te komen. Het, uh, ik, heb, ik heb hem meteen even opgezocht. De, de game is uh, in combini. Oké. Okay. Tot de tijd. Uh, Oké, okay, die. Uh, een cozy uh, game. Ja, ja precies. <laughs> Klinkt goed. Allright, dat was hem alweer voor deze week. Aflevering 58 van Iedereen Vond Dat Leuk. Vond jij deze podcast nou leuk? Laat het ons dan weten door een recensie achter te laten in je podcast app. En vergeet ons ook niet even meteen te volgen. Uh, je kunt ons natuurlijk ook volgen op social media. Dat kan via Ed Vond Dat Leuk op Twitter, Blue Sky, Instagram. Of natuurlijk via onze PixelVault kanalen via PXL VLT. Op ja, weer, uh, die eerder genoemde platformen. Uh, wil je ons nou een, een duwtje in de rug geven? Uh, dat kan al vanaf volgens mij een eurotje, uh, maar mag natuurlijk ook altijd meer zijn. Uh, ga dan even naar patjeafcom pixelvault Dan doe ik toch even de persoonlijke plugjes. Uh, Kelvin, waar kunnen we jou volgen? Mij volgen. Um, ja, uh, god op mij. Ja, ik denk, ik zit het meest op mijn. Uh, op mijn uh... Twitter, uh, nee sorry, geen Twitter. Uh, the artist formerly known, weet uh, het nu X. <laughs> um, mijn naam, ja, Voel. En dan kan je mij, uh, kan je mij volgen. Ik, ja, ik weet niet of ik heel veel interessante dingen te melden heb, maar Hete <laughs> takes, hate takes, Heete takes. Ja, ik heb nog nooit. Uh, ik hou niet van Fantasy. Als je daar daarover wil discussiëren, dan kan dat daar. Heel <laughs> goed. Kevin, waar, uh, waar jij uh, waar hang je uit? Uh, nou ja, ook, uh, ook het uh, Helhol bekend als x slash Twitter <laughs> hoe je het ook wil noemen. Uh, daar kun je wel nog wel vinden, maar voornamelijk op, uh, op Blue Sky tegenwoordig. En dat is uh, kevr.nl en dat speel je als K-E-V-V-R. Goed. En uh, ja, mij kun je dus vinden in die eerder genoemde Discord. Uh, kom daar dus ook even met, uh, met ons allemaal uh, je retro game en uh, retromarkten, re retro markten, retro winkel tips delen. Uh, daar ja daar vind je ons en ja we kunnen je tips goed gebruiken misschien ook wel leuk als je een keer iets gevonden oh sorry ja nee 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 mag er zeker nog een toevoeging laatste ding laatste ding van mij dan als je een keer iets heel goeds hebt gevonden of een hele vette fonds hebt gehad of een goede deal of zo, dan ben ik altijd leuk om te zien als je een drop hem vooral ja ja gewoon lekker ding ik veel Super Nintendo verzameling heb gevonden voor 10 euro ofzo de Michael J. ja ja de Michael J. Deel dat Heel goed. Hey, dank jullie wel uh, voor het luisteren, voor het meepraten en uh, tot de volgende. Doei.